Goedemiddag, dames en heren. Namens de drie instituten, KLTV, NIOT en NIMA, heet ik u van harte welkom bij het laatste afsluitende publieksevenement van ons gezamenlijke onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950. Het is mooi om te zien dat de belangstelling voor ons programma nog steeds groot is. Uw aanwezigheid, deze volle, nou, bijna tot de laatste stoel gevulde zaal, die getuigt daarvan. Op 17 februari 2022 presenteerden wij hier in dezezelfde ruimte, die toen noodgedwongen in verband met corona een stuk leger was dan nu, de overkoepelende studie Over de grens, Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, waarin de belangrijkste conclusies van ons onderzoek zijn vastgelegd. En daarna is er best nog veel gebeurd. Het boek heeft veel discussie teweeggebracht en natuurlijk ook kritiek. Zelf zal ik de turbulente bijeenkomsten bij het Veteraneninstituut in Doorn niet snel vergeten. Fel commentaar op en afkeuring van ons onderzoek mengde zich daar met ook blijken van begrip en instemming. En daarna zijn er ook weer nieuwe deelstudies ten doop gehouden tijdens bijeenkomsten in achtereenvolgens het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en het Museum Volkenkunde in Leiden. Terwijl Cornell University Press onze internationaal vergelijkende bundel Empires, Violent End, Comparing Dutch, British and French Wars of Decolonization op de markt bracht. Op 14 juni jongstleden hield de Tweede Kamer, en het zal u niet zijn ontgaan, een lang en bij vlagen emotioneel debat over de uitkomsten van ons onderzoek. En tenslotte, en dat heeft in Nederland wat minder aandacht gekregen, was een aantal van ons de afgelopen weken in Indonesië, waar, om precies te zijn, op 16 september in de Nationale Bibliotheek in Jakarta de Indonesische vertaling van Over de grens en revolutionaire werelden werd gepresenteerd. Twee dagen later organiseerde de UGM Universiteit in Yogyakarta, naar aanleiding van deze publicaties, een conferentie over toekomstig onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Voor ons was ook dat een belangrijk moment. Te meer omdat de samenwerking volgens de Indonesische partners had geleid tot een paradigmaverschuiving die erop neerkomt dat zij meer oog hebben gekregen voor de grote regionale verschillen in de wijze waarop de Indonesische revolutie zich heeft voltrokken. Het programma voor vanmiddag zal vooral gaan over drie boeken. Eén daarvan, het proefschrift van Azaya Harmani, is een aantal maanden geleden reeds verschenen. Maar de andere twee publicaties zijn letterlijk heel vers van de pers. En dat deze boeken op tijd gereed zijn gekomen is behalve aan de auteurs voor een groot deel te danken aan de medewerkers van Amsterdam University Press, die achter de schermen opnieuw een knappe prestatie hebben geleverd. Mede omdat de boeken, wat zal ik zeggen, ietsjes dikker zijn uitgevallen dan oorspronkelijk bedacht. Jan-Peter, May, Sabine en alle anderen, hartelijk dank daarvoor. Heel graag hadden we vandaag nog een vierde deelstudie gepresenteerd, namelijk het boek De Kleewang van Vrouwen Justitia, Recht en Onrecht tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Om een aantal redenen is dat helaas niet gelukt en hebben we vertraging opgelopen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Want het goede nieuws is dat we binnen het NIMH hard eraan werken om ook deze laatste publicatie over de streep te trekken. En ik heb alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Overigens zullen er, en dit zeg ik even ter volledigheid, ook nog Engelse vertalingen van een aantal van onze deelstudies verschijnen. Terug naar vanmiddag. We zijn er volgens mij in geslaagd u een gevarieerd programma voor te schotelen, waarbij we ook ruimte hebben ingebouwd voor vragen en observaties van u uit de zaal. En ook stellen wij u, en nu richt ik mij even in het bijzonder tot de mensen die het programma via de livestream volgen, ook u zult in de gelegenheid zijn om vragen te stellen. En een aantal van die vragen zullen we al tijdens de bijeenkomst aan de onderzoekers voorleggen. En ik ga er dan ook van uit dat zij die vragen voor u gaan beantwoorden.
Nog even een andere, meer huishoudelijke mededeling. Dat betreft de privacy. Vanuit het programma zullen we voor communicatiedoeleinden een aantal foto's maken. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat u op die foto's eventueel te zien bent, laat u dat ons even weten en dan zorgen we ervoor uiteraard dat dat niet gebeurt. We hopen op een levendige en boeiende middag, waarbij ook zeker ruimte kan en mag zijn voor emotie. Maar tegelijkertijd, ik verzoek u het debat met eerbied voor elkaar te voeren. We doen, anders gezegd, vanmiddag niet aan aanvallen op de persoon. U allen verdient respect en respect moet altijd van twee kanten komen. Na deze laatste, naar ik hoop, overbodige opmerking rest mij nog u een interessante middag toe te wensen. En dan geef ik nu graag het stokje over aan Wim Manuhutu, die wij andermaal bereid hebben gevonden als moderator op te treden en ons door het programma te loodsen. Wim, hartelijk dank dat je deze rol opnieuw op je neemt en het woord is aan jou. Dankjewel Ben voor deze opening. Pardon. En speciaal voor de mensen die dit programma online meemaken. U heeft de gelegenheid om uw vragen te stellen via het sturen van een e-mail. En dat kan naar dit heel gemakkelijke e-mailadres, zeg ik terwijl ik mijn bril afdoe. info@int40-45.nl. Ik herhaal, info@int40-45.nl. Voor degene onder u die graag verslag zou willen doen van dit gebeuren aan mensen die hier niet aanwezig zijn, al dan niet via sociale media. U kunt daarvoor gebruiken bijvoorbeeld de hashtag Otgooi. Ook zo'n mooie afkorting. Of @NIOT Amsterdam of iedere andere hashtag die u daarvoor passend acht. Wat belangrijk is in dit verband is ook om te vermelden dat er binnen nu en een week een opname komt van onze bijeenkomst voor al de mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest om hetzij fysiek aanwezig te zijn, hetzij op dit moment de bijeenkomst te volgen. En de bijeenkomst zal worden ondertiteld. Dus ook de mensen die het Nederlands minder of helemaal niet machtig zijn, zullen in de gelegenheid zijn om binnen nu en een week, is door de organisatie verzekerd, te kijken naar wat er zich dit bij deze bijeenkomst heeft afgespeeld. U krijgt daar nog informatie over. Op de website van het NIOT bijvoorbeeld zal dat worden aangekondigd. Ik leg u even het spoorboekje voor vanmiddag voor. We beginnen met een inleiding van Azaria Harmani over zijn proefschrift Grof Geschut. Daarna zal ik met onderzoeker Remy Limpach van gedachten wisselen over zijn onderzoek, Tasten in het Duister. Vervolgens is er de gelegenheid tot gedachtenwisseling met het publiek. Daarna hebben we pauze. Dus weet dat u welkom bent om vragen te stellen. En vragen zijn vragen en niet een eigen aanzet voor een eigen boek. Er is ruimte, dames en heren. U kunt alles vragen, maar gedachtig de woorden van Ben Schoenmaker, altijd op de inhoud en niet, hopelijk niet op de persoon. Na de pauze hebben we een onderdeel waarbij de talen van geweld, geschreven door Peter Romeijn en Remco Rabe, aan de orde is. En het format van dat onderdeel is dat drie gasten zijn uitgenodigd om een gesproken column uit te spreken. En ik zal de gasten na de pauze persoonlijk introduceren. Vervolgens schuiven de twee auteurs aan. Wij hebben een panelgesprek en we eindigen met een gesprek waarbij ook u de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Daarna is er een informeel gedeelte. Ik zou willen vragen, gebruik dat informele gedeelte ook om niet alleen met elkaar, maar ook met de auteurs misschien nog na te praten, misschien nog vragen te stellen die u aan het hart liggen.
misschien in de pauze het handigst om de auteurs die na de pauze op moeten treden, om die heel even adempauze te geven. De anderen hebben hun verhaal gedaan, dus die zou ik zeggen open seizoen op Azaria en Remy. En nu, omdat we een heel compact programma hebben, zou ik Azaria jou graag het woord willen geven. Ga je gang. Dankjewel voor het woord. Ik vraag mij af of het e-mailadres niet info@int4550 moet zijn. Ja, oké, dat klopt. Dus dan. Anders moet ik hier een praatje over de Tweede Wereldoorlog gaan houden. Dat heb ik me niet op voorbereid. Goedemiddag allemaal. Een half jaar geleden, op 12 april, verdedigde ik mijn proefschrift Grof Geschut aan de Universiteit Utrecht. Die zaal was te klein om een open uitnodiging te versturen naar iedereen die het onderzoeksprogramma volgt. Dus ik ben blij dat ik vandaag de gelegenheid krijg om mijn boek hier in iets bredere kring te presenteren. Graag vertel ik hier iets over de studie en mijn conclusies. Daarbij wil ik ook kort ingaan op een veelgehoorde kritiek op het onderzoeksprogramma. Ja, sinds de presentatie van het samenvattende boek Over de Grens, vorig jaar op 17 februari, een week voordat Rusland Oekraïne binnenviel, is er veel gebeurd. En zelf ben ik inmiddels ook al met ander onderzoek bezig. Mijn onderzoek concentreerde zich op de inzet van zware wapens. En dan met name drie wapensystemen die als zogeheten vuursteun kunnen worden ingezet. Artillerie, kanonnen dus, vliegtuigen, jachtvliegtuigen en bommenwerpers en grote marineschepen, met name torpedobootjagers. Er wordt wel eens gezegd dat je het boek schrijft dat je zelf graag had willen lezen. In mijn geval miste ik bij de literatuur over de inzet van zware wapens in Indonesië een grondige empirische basis. Dus toen ben ik zelf maar cijfers gaan verzamelen. Bombardementen tellen, beschietingen turven. Hoe vaak zijn deze wapens ingezet? Hoeveel granaten werden daarbij verschoten? Hoeveel bommen werden afgeworpen? Op welke coördinaten was dat precies? En op welke kaarten is dat terug te vinden? Monnikenwerk. Dat ik voornamelijk tijdens de eerste coronalockdown heb uitgevoerd met archiefmateriaal dat ik in de maanden daarvoor had verzameld. Om de gegevens te analyseren gebruikte ik een online database die geschikt is om zogenaamde relationele data, data met veel lagen en eigenschappen, te verwerken. De database die daaruit voortkwam was enorm nuttig voor de analyse van het gebruikte geweld. Samen met de kwalitatieve data die ik uit Nederlandse, Engelse en Indonesische literatuur, dagboeken, memoires, interviews en veldbezoeken verkreeg, kon ik daardoor een breed beeld vormen van hoe zware wapens zijn ingezet. Ook kon ik met dit soort visualisaties, met behulp van de Geografische Dienst van Defensie en van onze eigen cartograaf van het NIMH, inzichtelijk maken waar beschietingen plaatsvonden en zodoende patronen ontwaren. Om de Indonesische perspectieven goed mee te kunnen nemen, voor mij een belangrijke voorwaarde, moest ik ook nog, tussen aanhalingstekens, even een andere horde nemen, het Bahasa Indonesia leren lezen. Daarvoor kreeg ik helemaal aan het begin van het project in 2017 de gelegenheid. En ik heb toen een kleine 2 maanden in Yogyakarta doorgebracht met mijn vrouw Marieke en onze 2-jarig zoontje. Dat zij bereid waren mee te gaan, zegt genoeg over hoe ze dit project de afgelopen jaren altijd volledig hebben gesteund. Die tijd in Indonesië was een hele waardevolle start, waarbij ik meteen aan het begin veel gevoel kreeg bij de plaatsen waar de geschiedenis zich had afgespeeld en hoe de mensen daarover spreken en hoe de gebeurtenissen worden herdacht. Zo sprak ik bijvoorbeeld met Ahmed Suwito, een overlevende van de grootste artilleriebeschieting van de hele onafhankelijkheidsoorlog. Hij raakte gewond aan zijn arm en droeg de littekens van de granaatscherven nog altijd met zich mee, zoals te zien is
op deze foto. Inmiddels is hij, zoals veruit de meeste getuigen, overleden. In het dorp Karang Anyar staat een monument ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis, waarbij honderden doden vielen. Hier, ter ere van Onafhankelijkheidsdag, voorzien van een vers likje verf en fonkelnieuwe vlaggen. De burgemeester van het dorp vroeg of de Nederlandse overheid niet wat kon bijdragen aan het onderhoud. Jij bent toch van de regering? Helaas kwam ik met lege handen. Maar ik vertrok met een vol hoofd. Overmoed was er ook, doordat ik dacht wel even een interview in het Indonesisch te kunnen geven, ontstond er een misverstand over 17 augustus in de lokale nieuwsmedia. Tot vermaak van mijn buitenlandse medestudenten, die al lang door hadden dat je rond 17 augustus als Nederlander beter even een laag profiel kunt houden. Gelukkig publiceerden ze ook keurig de rectificatie die ik ze stuurde. In 2020 kwam ik nog een keer terug om andere plaatsen te bezoeken. Andere mensen te spreken, gegevens te verzamelen. Opnieuw in Midden-Java. Het heartland, het hartland van de Republiek. En voor een groot deel ook het hartland van de oorlog. De drie grootste acties van respectievelijk de luchtstrijdkrachten, de artillerie en de marine vonden allemaal in dit gebied plaats. Ik wil graag Bambang Widjonarko noemen, hier rechts op de foto. Die hielp bij het vinden van nog levende ooggetuigen en die voor mij vertaalde, omdat sommige ouderen alleen Javaans spreken. Begin maart 2020 kwam ik terug in Nederland, vlak voor de coronalockdown. Bambang werd zwaar te grazen genomen door het virus en belandde in het ziekenhuis. Maar hij krabbelde weer op en heeft later nog waardevolle zoekvragen voor mij, maar ook voor Remy Limpach en Esther Swinkels kunnen uitzoeken toen we zelf niet meer naar Indonesië konden of mochten vanwege de beperkingen. Belangrijk werk dat ik hier niet onvermeld wil laten. Ook de samenwerking met Remy en Esther was van onschatbare waarde voor mijn onderzoek. Een andere belangrijke poot van het onderzoek waren Nederlandse ego-documenten. Tijdens de onderzoeksperiode en ook daarna is een van de meest gehoorde verwijten dat wij als historici met de blik van nu de gebeurtenissen van toen beoordeelden. Daar wil ik kort nog iets over zeggen. Het is waar dat de vragen die we stellen aan de bronnen voortkomen uit de interesses en preoccupaties van de huidige tijd. Een meerderheid van de Tweede Kamer, en wellicht mag daarmee ook gezegd worden een meerderheid van de Nederlandse bevolking, acht het van belang dat er grondig naar het geweldgebruik gekeken werd. En dat mag je natuurlijk problematisch vinden. Maar deze soms extreem gewelddadige kant is lang onder het tapijt geveegd. Bij de beantwoording van die geweldsvraag, en hier kan ik slechts voor mezelf spreken, heb ik echter de overwegingen, zo maar wil, het oordeel van die tijd gevolgd. Het oordeel van de tijd is ook de titel van de memoires van Marius, of voor vrienden Map de Lange. Een veteraan waar ik de afgelopen jaren regelmatig raad van heb mogen ontvangen. Het is een dubbelzinnige titel, zoveel is duidelijk. In mijn boek schreef ik echter bewust niet van oordelen, maar van reflecties van tijdgenoten. Omdat het in de eerste instantie toch de taak is van de historicus om te begrijpen en te verklaren en niet om te oordelen. Om daarvan een indruk te geven, laat ik hier een drietal reflecties van militairen uit die tijd passeren. Ik kan er niet uitkomen of we het wel op de goede manier aanpakken. Soms denk je, we zijn te beestachtig. En de andere keer denk je, er moest er hier niet één in leven blijven. Dit schreef tankcommandant Jan S. Huis op 12 februari 1949 in Solo, Midden-Java. Zijn dagboek bevat veel extreem gewelddadige passages. Ik kreeg het na zijn dood van een kameraad van hem, Jan Foppe, die later te zien was in de televisieserie Jongens op Java van Koen Verbraak. In dit citaat komt de tweestrijd naar voren waar hij in verkeerde. Hetzelfde soort tweestrijd trof ik aan in de brieven van Klaas Bruinsma aan zijn vrouw Janke. God, hoe lang deze moordpartijen nog? Onze granaten treffen ook vaak onschuldige mensen. Dan stuit dit hele gedoe je tegen de borst, Janke.
Toch commandeer ik bij de volgende keer weer rustig vuur. De brieven kreeg ik onder ogen via zijn dochter Hilma, die hier vandaag ook is, die vele honderden kantjes heeft overgetypt en toegankelijk heeft gemaakt voor de onderzoekers. Unieke brieven door hun openhartigheid over de vredekanten van de oorlog. Het derde citaat is van artillerieofficier Frans Hazekamp uit zijn memoires, die hij later schreef, maar waarin hij veelvuldig uit zijn dagboek van toen citeert. De bescherming van onze eigen mensen moet prioriteit hebben, zo schreef ik in mijn dagboek. Toch zou het schieten, in dit geval zonder militaire noodzaak, voor ethici en justitie in Nederland waarschijnlijk onacceptabel en mogelijk aanleiding tot strafvervolging zijn geweest. Waar liggen de grenzen? Voor ons zijn ze eind 48 duidelijk. Niet afwachten, geen risico nemen. Leef langer, schiet eerst, is het motto van velen als reactie op de vaak ongrijpbare vijand. Arme bevolking. Het zijn dit soort citaten die mij de weg wezen naar het proberen te begrijpen van de vraag waarom het zo gegaan is, zoals het gegaan is. Mijn conclusies zijn dan ook meervoudig. Het is niet alleen een verhaal geworden van vernietiging en destructie. Ja, die kant is er zeker. Gevallen waarbij kampongs bij de geringste weerstand in puin werden geschoten, vliegen je in de archieven en literatuur om de oren. Om een beeld te geven, in totaal heb ik bijna 1500 artilleriebeschietingen geteld. Bijna 1000 gevallen van geweldinzet van vliegtuigen en enkele tientallen kustbeschietingen van de grote marineschepen. Dat betekent elke dag wel een artilleriebeschieting en een luchtaanval. Ik concludeer ten eerste dat de Nederlandse troepen zoveel als mogelijk gebruik maakten van die zware wapens. Maar er waren belangrijke remmen op die inzet, zoals gebrek aan materieel, te weinig personeel, munitietekorten, politieke beperkingen en buitenlandse druk. Ten tweede had de manier van optreden sterke wortels in de koloniale geweldstraditie van het KNIL en de marine, die vaak eerst grof geschut inzetten voordat ergens troepen aan land werden gezet. Maar ook de nog maar kort voor de revolutie geëindigde Tweede Wereldoorlog had een belangrijke invloed. De Nederlanders waren getraind door de Britten, de Amerikanen en de Australiërs, die tijdens de oorlog bepaald niet zuinig waren geweest met zware wapeninzet. Het geloof in het zogeheten morele effect daarvan was sterk. De wil van de tegenstander aantasten met vernietigend geweld. Deze mentaliteit zie je sterk terug bij de Nederlandse troepen in Indonesië. De tussen aanhalingstekens inheemse bevolking zou een heilig ontzag koesteren voor de zware wapens. De steun voor de republikeinse zaak zou dan snel afbrokkelen. In de praktijk was het tegendeel het geval. Wrok en haat naar de Belanda's namen eerder toe. Een andere reden voor de wens veel gebruik te maken van vliegtuigen of artillerie was het verminderen van risico voor de eigen troepen. En ook represaille is een motief dat veelvuldig in de bronnen terugkeert. Een derde punt is dat de inzet van zware wapens vaak niet erg onderscheidend was. Oftewel, bij de aanwending van dat geweld raakten de Nederlandse troepen zowel burgers als strijders. Heel vaak wisten ze niet precies wie ze raakten en wat de gevolgen waren. En die gevolgen waren groot. Er kwamen bij de beschietingen en bombardementen 1000 burgers om. En het waren voor een belangrijk deel de zware wapens die ervoor zorgden dat de TNI, het Indonesische leger, moest overschakelen op guerrilla-tactieken, omdat ze te veel verliezen leden in open gevechten. En hier zit ook het meervoudige van de conclusies. Ja, de vernietiging was groot, maar niet zo groot als door eerdere historici wel is voorgesteld. In de vakliteratuur over het onderwerp is gesuggereerd dat artillerie en vliegtuigen samen de meeste slachtoffers, of in elk geval de meeste burgerslachtoffers, hebben gemaakt. Maar voor die stelling heeft mijn onderzoek geen steun geleverd. Daarvoor waren er gewoonweg te weinig kanonnen en vliegtuigen operationeel in verhouding tot de grondtroepen. Het infanteriegeweld was niet alleen vele malen omvangrijker, ook dat geweld was evengoed erg weinig onderscheidend. En ook door dat geweld kwamen heel veel burgers om het leven. Executies zonder vorm van proces
en het schieten op alles wat beweegt kwamen veelvuldig voor. Opvallend genoeg is het geweld gepleegd met zware wapens lange tijd onderbelicht gebleven. In de excessennota uit 1969 wordt niet één geval genoemd van een artilleriebeschieting of luchtaanval. Terwijl uit mijn onderzoek, en eerdere studies ook al, blijkt dat meerdere gevallen hadden kunnen worden opgenomen. Voor dit geweld is, zover we weten, ook nog nooit iemand veroordeeld. Hoe kan dit nu worden verklaard? Een deel van het antwoord is gelegen in het feit dat de gevolgen van dit geweld ook letterlijk uit het zicht bleven. Militairen gingen lang niet altijd kijken wat de effecten waren van bombardementen. En wat niet weet, wat niet eert. Maar er speelt ook nog iets anders. Namelijk dat de opzettelijkheid van het veroorzaakte leed bij vuur vanaf grote afstand moeilijk is aan te tonen. Een executie, een marteling of een verkrachting is altijd opzettelijk. Er is een directe relatie tussen dader en slachtoffer. Dat is bij een artilleriebeschieting anders. Slachtoffers kunnen vaak afgedaan worden als onbedoelde neveneffecten, de gevraagde collateral damage. De bronnen tonen aan dat wanneer er vragen werden gesteld over dit soort geweldsacties, de militairen eigenlijk altijd wegkwamen met dat soort excuses. Soms gaven ze daarbij zelfs de slachtoffers de schuld van het aangerichte leed. De guerrilla's verstopten zich tussen de bevolking, of burgers hadden ons moeten laten weten dat ze er waren. Ze liepen in de weg. Een sterk staaltje victim blaming. Je ziet hier in deze ontwikkelingen ook het belang van de inzet van lange afstandswapens voor oorlogvoerende partijen. En dat belang is sinds de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog zeker niet kleiner geworden. Ook in hedendaagse conflicten, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, spelen lange afstandswapens een belangrijke rol. Maar dat is iets voor een andere keer. Voor nu wilde ik het hierbij laten. Dank u wel. Dankjewel, Azaria, voor een helder betoog. Je komt later terug als we aan zijn gekomen aan de sessie met vragen voor het publiek, vanuit het publiek, moet ik zeggen. Maar nu zou ik graag willen uitnodigen Remy Limpach, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. En Remy en ik gaan kort met elkaar in gesprek over een aantal onderdelen van zijn boek met de titel Tasten in het Duister. En hopelijk is dat een aanzet voor de latere discussie waar ook Azaria dan zal aansluiten. Dankjewel, Remy. Remy, wij hebben een voorgesprek gehad over het boek. U ziet, dit zijn natuurlijk vuistdikke boeken, bakstenen zou je haast kunnen zeggen. Nou was je vorige boek minstens zo dik. De vraag zou dan ook kunnen zijn, en laten we misschien, dat is misschien een beetje een open deur. Je hebt het boek De Brandende Kampongs van generaal Spoor geschreven. Nu dit boek, het nieuwe. Want mensen zijn natuurlijk altijd nieuwsgierig, op zoek naar nieuwe elementen die in dit boek staan en waar je destijds of nog niet aan toe bent gekomen of misschien nog niet eens aan had gedacht. Dus je wil met andere woorden weten waarom het weer zo dik is geworden? Ja, misschien ook omdat het gewoon veel nieuws omvat. Ik bedoel, ik ben op zoals je al zei, op de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog gepromoveerd. En natuurlijk speelden daar inlichtingen ook al een rol in dat onderzoek. Maar ik ben daar niet zo specifiek op ingegaan. Azaya zei net dat je misschien graag de boeken leest, schrijft die je zelf had willen lezen. Dat gold voor mij ook. En juist op dat inlichtingenterrein ontbreekt. Dat lag nagenoeg braak. Dus daar is helemaal geen onderzoek naar gedaan. Dus er was eigenlijk vrijwel niks bekend over zowel de Nederlandse inlichtingendiensten, maar ook over de Indonesische inlichtingendiensten. En ja, het is een guerrilla-oorlog, een imperiale oorlog, een bevrijdingsoorlog, een koloniale counterinsurgency, of hoe je dat wil noemen, die oorlog. En daarin zijn
inlichtingen cruciaal. Want de Indonesische tegenstander uit Nederlands perspectief... Azaya kwam net al een quote langs... met de ongrijpbare vijand werd die genoemd. Mm-hmm. Dus de Nederlanders die waren erg afhankelijk van inlichtingen. Ja. En ik open mijn boek ook met een quote van een KNIL-officier die zegt... een krijgsmacht zonder gedegen inlichtingen is net een geblinddoekte bokser. Dus die slaat, die kan misschien toevalstreffers landen... maar hij komt nooit tot gevechtscontacten die hij eigenlijk ambieert. Ja. Wat ik interessant vond toen ik het boek begon te lezen... is dat je begint met eigenlijk een wat algemener vertoog... over de rol van inlichtingen. En Azaria verwees ook naar het feit dat je natuurlijk ook als je nu kijkt... naar de inzet van lange afstandswapens, van zware wapens... dat je helaas, moet ik zeggen, een continuïteit ziet. En dat geldt natuurlijk ook voor inlichtingen. Jij beperkt je niet alleen tot de Nederlandse inlichtingendienst. Nee, zeer zeker niet. Want een van de belangrijkste uitkomsten van mijn onderzoek... is eigenlijk dat die inlichtingenstrijd die de Nederlanders tegen de Indonesiërs voerden... dat die eigenlijk vrij duidelijk door de Indonesiërs werd gewonnen. En dat hebben ze met name bewerkstelligd door vergaande infiltratie... van de Nederlandse civiele, maar ook militaire instanties. En dat is hen op allerlei manieren gelukt. En ik denk dat tot nu toe in de historiografie onderbelicht is gebleven. Ook welke impact dat had op het verloop, maar ook op de uitkomst van de oorlog. Het betekende bijvoorbeeld dat veel Nederlandse acties... dat die al lang van tevoren bij de Indonesiërs bekend waren. En dat ze daarom ook makkelijker konden ontwijken of hinderlagen konden leggen. En dat ging bijvoorbeeld gepaard met een alarmsysteem... waar ook de bevolking werd ingeschakeld... goedschiks of kwaadschiks. En dat betekende weer dat de Indonesiërs, dat de TNI-troepen... maar ook de milities, dat ze vaak werden gewaarschuwd... door rooksignalen, door akoestische, optische signalen van verschillende aard. En dat was vrij efficiënt. En daardoor zijn veel Nederlandse acties eigenlijk... hebben niks opgeleverd uit militair oogpunt. En je leest dan veel in de bronnen van... het was weer voor de katzenviool. En dat betekent eigenlijk dat de Indonesiërs die hebben... Na 1947, nadat ze eerst conventioneel vooral strijd voerden... hebben ze daarna een strategische wissel ingezet naar guerrilla-strijd... en een uitputtingsoorlog. En juist die uitputtingsoorlog die was uiteindelijk succesvol. En de inlichtingen, de Republikeinse inlichtingensuccessen... die hebben daar een grote bijdrage aan geleverd. Nou speelt zich inlichtingenwerk natuurlijk... per definitie in het duister af. Hoe kom je nou aan informatie om tot bepaalde conclusies te komen... bepaalde casussen te kunnen uitwerken? Is dat vooral Nederlands materiaal of... Het was veel gepuzzel. Dus er lag helaas aan Nederlandse en Indonesische kant... zijn er geen monografieën alomvattende of diepere onderzoeken tot nu toe uitgevoerd. Dus het was veel puzzelwerk. Ik heb gebruik gemaakt van alle mogelijke bronnen die ik maar kon vinden. Het zijn overwegend Nederlandse bronnen, dat klopt zeer zeker. Maar ik heb ook veel moeite gedaan om Indonesische bronnen te gebruiken. Maar ook Nederlandse bronnen die zeggen... met alle mitsen en maren en bronnenkritiek uiteraard die nodig is. Ze zeggen ook veel over Indonesische spionage. Om een klein voorbeeld te noemen, de veiligheidsrapporten die ik heb bestudeerd. Nu heb je had inlichtingen en veiligheidsgroepen. En die veiligheidsgroepen die waren voor de zogeheten veldveiligheid verantwoordelijk. En dat betekent dat ze moesten voorkomen dat inlichtingen uitlekten... maar ook dat de kampementen dat die beveiligd werden en dergelijke... Dat het materiaal werd gezekerd en dat er geen sabotage werd gepleegd. En die veiligheidsrapporten die staan bomvol met referenties over Indonesische spionage. Dat bijvoorbeeld de zogeheten baboes, dat waren Indonesische vrouwen, dat is een koloniale term, maar die werden door Nederlanders betaald om vooral de was te doen voor Nederlandse militairen en ook te koken. En dat waren al met al waren dat 20 à 30.000 baboes, als je het gaat turven. Want op elke 7 of 8 militair kwam 1 baboe.
En daar zaten heel veel spionnen onder. En die waren ook uitermate geschikt om te spioneren, in die zin, uit Indonesisch perspectief. Want veel Nederlandse militairen, vooral die van de Koninklijke Landmacht, ja, hun vrouwen en vriendinnen die zaten thuis en ze voerden een slopende guerrillaoorlog uit. En ze waren, ja, ze hielden graag praatjes ook met die baboes en er ontstond ook een vertrouwensrelatie. En dus hebben die baboes op die manier zijn ze heel veel te weet gekomen. En ze hebben ook de gelegenheid gebruikt om allerlei documenten te kopiëren en maar deels ook wapens en uitrustingstukken uit de kampementen te smokkelen. En daar zijn heel veel referenties in Nederlandse veiligheidsrapporten over. Dat is het aspect van gender, hè? En wat dan ook spreekt als ik je boek lees, is toch ook die lange traditie om Indonesische mensen eigenlijk structureel te onderschatten. Ja. Ik zou zelfs zeggen een dubbele onderschatting van de Indonesiërs algemeen. Mm-hmm. Dat is een breed verschijnsel. Dat begint vooral bij de legerleiding. En dat zit ook al heel diep. De gevechtswaarde met name van de Javanen, die wordt al in het interbellum en al eerder altijd chronisch onderschat. Maar dat gaat tot aan de basis en tot ook de voorlichtingsinstanties aan toe. En dan van de vrouwen nog in het bijzonder. Ja. Ja. Nou heb je in je boek en in ons voorgesprek had je ook een mooie casus. Niet zozeer van iemand die, laten we zeggen, de wasdoek, maar van, laten we zeggen, de secretaresse van een hooggeplaatste Nederlands ambtenaar die tot zijn grote verrassing ook inlichtingen verzamelt voor de Indonesiërs. Zou je daar dat verhaal van de secretaris van Platini? Nou ja, ik weet niet of de heer Bert Karper in de zaal is. Ik zie me. Nou ja, het is een. Ik heb het verhaal mogen horen van tijdens een interview. Ik heb Bert Karper, een inlichtingenluitenant, heb ik mogen interviewen. En hij vertelde dat hij van een informant het verhaal hoorde dat de, zoals hij het noemde, de beeldschone secretaresse van een Nederlandse resident, van Pieter Plateel, de latere gouverneur van Nieuw-Guinea, dat zij een spionne was. En hij heeft op basis daarvan heeft hij haar gearresteerd. Hij heeft wel eerst bij zijn meerdere om toestemming gevraagd om de secretaresse van de resident te arresteren, maar heeft Plateel zelf er niet over geïnformeerd. Die was daarover natuurlijk ook vrij verbolgen. Maar het bleek dat hij het bij het rechte einde had. Want zij had grote hoeveelheden documenten bij zich thuis en gaf ook al tijdens de arrestatie ruiterlijk toe dat ze had gespioneerd. Ze is daarna in de gevangenis beland. Maar zulke verhalen die onderbouwen ook dat zeg maar de, met name de Indonesische vrouwen, dat zij een groot aandeel ook hebben gehad aan die Indonesische inlichtingensuccessen. En dat aspect in het algemeen is al in de Indonesische historiografie, wordt de rol van de vrouwen in de revolutie is onderbelicht gebleven, maar van de spionagesuccessen nog in het bijzonder. Ja. Nu was het zo, naarmate die guerrilla-strijd voortduurt en laten we zeggen, van Nederlandse kant men alsmaar wanhopiger wordt, omdat men steeds te laat komt, mensen weten ervan, worden natuurlijk de manieren waarmee men denkt aan inlichtingen te komen ook steeds extremer. En daar heb je het ook over. Je schrijft erover dat natuurlijk een groot netwerk was van niet-Europeanen die ook werden ingezet aan de Nederlandse kant. Vaak omdat ze beter op de hoogte waren van lokale omstandigheden, de taalspraken. Zie jij ook een ontwikkeling, en hoe staat dat in het boek, van misschien ook een escalatie van dat geweld wat werd toegepast, zowel te velden, maar ook anders door inlichtingendiensten? Ja, hier zou ik heel lang over kunnen doorpraten. Om te beginnen, het aandeel van het extreme geweld gepleegd door de inlichtingendiensten, al met al, was onevenredig groot. Als je dan verder gaat inzoomen, jij noemde net de Indonesische assistentie. Ja, dat is ook een aspect wat meteen opvalt als je onderzoek doet naar de inlichtingendiensten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de belangrijkste bronnen aan de Nederlandse kant, dat waren informanten, -spionnen. Ik gebruik die term uitwisselbaar. In de bronnen worden die ook als synoniem vaak gebruikt. En dat waren grotendeels Indonesiërs.
om een kleine voorstelling te geven, zo'n kleine inlichtingenpost van misschien 5 man, had soms wel 30 tot 70 informanten. En die voerden belangrijk werk uit. Ah, daar is de heer Karper. Die voerden heel belangrijk werk uit. Uit Nederlands perspectief, maar ook heel gevaarlijk werk. Want Indonesië zag hen begrijpelijkerwijs als verraders. Mm. Nu heb ik ook gekeken naar hun motieven, naar hun bescherming, naar hun betaling, naar hun selectie en naar andere vragen die zich stellen. Want tot mijn verbazing is daar ook nog nooit onderzoek over gedaan. Terwijl Jaap de Boer bijvoorbeeld, een bekend militair historicus, die zegt: iedere patrouille, maar ook iedere koloniale veldtocht of oorlog was grotendeels afhankelijk van het werk van die informanten. Dus het was hoog tijd om ook daar nader op in te zoomen. En dat was ook in het kader van going native, noem ik dat. Dus de Nederlanders, vooral omdat er zoveel KL-militairen ook waren. De Koninklijke Landmacht was 3 keer zo omvangrijk als het KNIL. Mm-hmm. En die militairen die hadden geen kennis in taal en cultuur. Dus ze waren heel erg afhankelijk van Indonesische assistentie. Dat betekent dat veel KNIL-militairen hebben dienst gedaan bij de inlichtingendiensten. En daarnaast hebben ze, als gezegd, sterk op die informanten geleund. En dat betekent ook dat daardoor die oorlog ook een sterk burgeroorlogcomponent kreeg. En dat was zeker ook een factor die tot escalatie heeft aangezet. Nu is het wel zo dat het ook een bekend Nederlands recept was. Van in die zin Indonesiërs tegen Indonesiërs opzetten. En het heeft ook aan Indonesische kant heeft dat tot heftige reacties geleid. En de Indonesische inlichtingendiensten die hebben doelgericht jacht gemaakt op wat zij als spionnen zagen. En daar hebben ze ook grote aantallen van deze mensen hebben ze zijn dan ook vermoord uiteindelijk. Ja. Remy, jij was... Sorry, als ik nog iets mag toevoegen. En een ander aspect natuurlijk wat al bekend was, ook uit de media, dat zijn de martelingen in de verhoorkamers. Dat was ook ingegeven omdat het belang van inlichtingen zo groot werd geacht. Want ja, als militair zijnde was je daar ook afhankelijk van. Als je niet wist waar een trekbom was of waar een mijn lag, dan kon dat je leven kosten. Het was ook cruciaal voor het behalen van militaire successen. Dus de commandanten hamerden erg op van: ik heb inlichtingen nodig. Vaak ook met de toevoeging: het maakt me niet uit hoe je die organiseert. Dus er was ook een vergaande mandatering. En die inlichtingendiensten kregen ook de vrije hand om maar met inlichtingen te komen. En die werden vaak, omdat de gevangenen niks wilden loslaten, werd dan naar martelen gegrepen. En dan zijn er ook nog veel van die gevangenen, als ze waren uitgeperst, zoals dat vrij cynisch werd genoemd, of leeggepompt en zulke termen, werden die vaak ook als overbodig ballast gedood. En een ander element waar ik zelf ook niks van wist eerder, voordat ik dit onderzoek heb uitgevoerd, was ook dat de inlichtingendiensten kleine hitsquads hadden, zoals ik die noem. En dat zijn dan, dat konden individuele inlichtingenmilitairen zijn, maar ook kleine groepjes inlichtingenmilitairen gecombineerd met politieagenten. En die gingen deels achter de demarcatielijnen, gingen ze jacht maken, zoals ze dat zelf noemden, op zogeheten bendeleiders, tussen aanhalingstekens, extremisten, verzetshaarden en zulke termen die dan worden gebezigd. En die hebben zich dan deels verkleed als, en dat staat ook in de instructies dat ze dat zo moesten doen, die hebben zichzelf als guerrilla's verkleed. En daar komt dan nog bij, wat volgens het oorlogsrecht trouwens niet mag. En een van de verwijten van de Nederlanders was ook altijd dat de Indonesische guerrilla's strijdwijze, dat die laf zou zijn omdat ze zelf niet geuniformeerd waren. Maar die inlichtingendiensten deden het zelf ook. Ja. En staken ook vaak de demarcatielijnen over. Terwijl zij zelf, notabene, nog de republikeinse zogeheten bestandsschendingen moesten monitoren. Dus die inlichtingendiensten hielden ook in de gaten wanneer de TNI en de strijdgroepen de demarcatielijnen overstaken. Dat was een bestandsschending. Maar zelf deden ze het ook continu. Dat is misschien de essentie van contra-guerrilla, zou je bijna zeggen. Nou ben jij net terug, ook uit Indonesië. En jouw werk en het werk van de collega's roept natuurlijk het nodige op hier in Nederland.
Hoe is dat in Indonesië? Als je het hierover hebt, want je hebt het over geweld, je hebt het over een periode waar bepaalde ideeën over bestaan. Kun je daar heel in het kort iets over vertellen? En je praat natuurlijk met collega's, met studenten, maar misschien ook met mensen die gewoon geïnteresseerd zijn. Ik vind dit een hele moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk... Ik kan niet voor de Indonesiërs spreken en al helemaal niet zeggen wat de Indonesische zienswijze is in die zin. Ik kan alleen zeggen, ja, ik was onderdeel nu van die delegatie die de Indonesische vertaling van Over de Grens en Revolutionary Worlds is gaan presenteren. En de reacties waren doorgaans positief. Het was veel belangstelling voor het onderzoek. Ik heb zelf, als ik het even bij mezelf mag houden... Mm-hmm. Ik heb over mijn eigen onderzoek gesproken. En wat mij daarbij opviel, was dat ook in Indonesië vrij onbekend was. Dus dat alarmsysteem wat ik eerder noemde... dat de bevolking bijvoorbeeld met rooksignalen of met de kentonggang... met de tongtong, dat ze alarm sloegen en zulke elementen... daar heb ik Indonesische historici, maar ook studenten verbaasd van zien opkijken... Dat komt wellicht omdat de Indonesische historiografie meer waarde hecht aan militaire prestaties. En dat komt dan dat de bevolking ook werd ingeschakeld en ook een rol speelde in de inlichtingenstrijd. Dat komt daar minder naar voren. Ik heb ook verteld, ja, en soms wat ook mooi was om te zien, het vult elkaar. Ook, er was ook de titel van het seminar in Jogja was Bridging the Narratives. En een voorbeeld hoe dat ook kan gebeuren is... ik had het al eerder over Indonesische vrouwen die spioneerden. Nou, dat hebben ze deels ook gedaan door prostituees. Sterker nog, er werden zelfs specifieke spionagekorpsen... bestaand grotendeels uit prostituees, werden opgericht. Om de Nederlanders ook in de bordelen en elders... ertoe te verleiden militaire geheimen prijs te geven. Met behoorlijk veel succes overigens. En dat aspect is ook wel in Indonesië bekend, in Historia, in Kompas en in andere, met name historische tijdschriften, zijn daar wel referenties over. Maar wat zij dan weer niet weten is, hoe succesvol was dat eigenlijk? En dat kom ik weer op die Nederlandse veiligheidsrapporten terug. Daar staat dan heel erg dat op grote schaal gebeurde, dat het efficiënt was. En er zijn ook veel waarschuwingen worden daaraan gekoppeld. Natuurlijk ook weer met een bepaalde... intonatie van pas op voor het verraderlijke inheemse schoon en dergelijke termen. Alsof de Nederlanders alsmaar passief en misleid werden in die zin. Maar dat vult elkaar dan heel mooi aan, die Indonesische en die Indonesische en de Nederlandse bronnen. Ja. En hetzelfde geldt in Payakumbu bijvoorbeeld, in West-Sumatra, waar ik een case study aan heb gewijd. En ook andere onderzoekers hebben daar ook al aandacht aan besteed. Daar hebben de inlichtingendiensten zelfs een open schrikbewind hebben ze daar gevoerd. Ze stonden met de rug tegen de muur. Ze hebben op een brug in midden van het stadje hebben ze honderden mensen geëxecuteerd. Dat is in Indonesië bekend. Daar zijn standbeelden, daar zijn bronnen over. Maar wat daar weer niet bekend was, en dat heb ik in het Nationaal Archief gevonden... een plaatselijke MP-commandant, dus de hoogste MP van de militaire politie van West-Sumatra, die schrijft naar zijn meerdere van ja, de plaatselijke IVG heeft hier minimaal 123 mensen geëxecuteerd en die zaak werd in de doofpot gestopt. En ja, zulke cijfers en vooral het ook open toegeven van dergelijke misdaden, die zijn dan ter plaatse weer onbekend en dat vult elkaar heel mooi aan. Ik wilde bijna zeggen, het is goed om te horen. Het is goed dat dit onderzoek plaatsvindt. Het is natuurlijk verschrikkelijk om te horen. Dankjewel, Remy. Mag ik nu Azaria vragen om ook naar voren te komen? Want we hebben nu de gelegenheid voor vragen uit het publiek. De spelregel is als volgt. Er lopen twee mensen met microfoons rond. Die geven ze niet uit handen. U kunt een vraag stellen. U krijgt de gelegenheid om een vraag te stellen en... De auteurs zullen u daar antwoord op proberen te geven. Ik zie een aantal vragen. Nou, op de tweede rij, meneer Pondag, u heeft uw hand omhoog. Ja, goedemiddag. Er staat hier een president.
die verguisd is. En dames en heren, het is Indonesië. Als je begrijpt wat ik bedoel. Aan u wil ik even erbij zeggen. Toen wij dus onderzoek deden voor de rechtszaken in Zuid-Sulawesi, heeft mevrouw Lisbeth Zegveld gevraagd aan de weduwe: als u mij ziet, wat ziet u dan? Een blanda. En tentara blanda. En in Sumatra en Padang, Banarbuat, is ook een weduwe werd gevraagd. En die weduwe die zegt tegen Lisbeth: er is geen mooie man die mij, die zeg maar vermoord is door die bombardementen. En ken je dat, die bombardementen in Banarbuat? Ja, zeker. Heel goed dat je dat nog even noemt, die bombardementen. Als ik heel even kan reageren. In mijn proefschrift schrijf ik ook over dat er ook claims zijn ingediend van bombardementen. Maar die zijn afgewezen door de staat. Ik geloof op grond van dat het niet van vergelijkbare ernst en aard als de executies in Zuid-Sulawesi en elders zijn geweest. Goed, dat, nou, daar ga, ik ga daar niet over. Dus ik schrijf daar over dat dat behoorlijke ernst is. Dat lijkt er helder over zijn. Maar dat is een juridische afweziging die blijkbaar gemaakt wordt. Maar dat er genoeg gevallen zijn die bijvoorbeeld in de excessenota hadden kunnen worden opgenomen, zoals ik ook zeg, dat lijkt me evident. Een vraag voor Remy Limpach. Ik heb van Remy Limpach heb ik in 2021, dacht ik, een namenlijst of een dodenlijst. Een dodenlijst met 830 namen. Met naam en toenaam. Wie het gedaan heeft. En waarom. In de meeste gevallen zijn de knillers die hierin staan. En in welke archieven ze staan. Die heb ik gevraagd aan Remy Limpach. Wat doen jullie hiermee? Kijk, omdat je op Remy heeft over zeg maar dat geweld en zo. Maar dit is ook geweld. Maar dit hoor ik niet namelijk. En Remy die zegt tegen mij: we doen er niks meer aan deze dodenlijst van 830. Nou, ik denk, ik ga naar Ben Schoenmaker. Dan ga ik dat vragen. Hetzelfde antwoord. Ik ging dus naar Sjoerd Sjoerdsma en Ellemeet om te zeggen van, hoe zit dat hiermee? Uiteindelijk is er dus een motie ingediend. En die is aangenomen, die motie. En de vraag in die motie is om bekend te maken in de Indonesische pers over deze dodenlijst. Maar blijkbaar is dat niet gedaan. En overigens vind ik heel jammer dat wij als stichting die dit naar voren hebben gebracht niet wordt geïnformeerd. Als laatste vind ik, als dit onderzocht wordt, hoe zit het dan met die 100.000 die in de onderzoek werd genoemd, de 100.000 Indonesische slachtoffers. Ja. En ik denk dat dat ook meegenomen moet worden. Helder, dank u wel voor deze vraag. Remy, kort antwoord ook misschien over die verhouding tussen onderzoek en politiek. De motie. En er hangt natuurlijk die hele grote vraag op het moment dat er zulke enorme aantallen worden genoemd als mogelijk, misschien zelfs conservatieve schattingen. En het is een hele grote vraag en voel je vooral ook vrij om de beperkingen van je eigen rol aan te geven. Ja, dit is een moeilijke vraag. Het is vooral ook een politieke vraag. Wij... Het gaat over mensen. Ja, het gaat over mensen. Kijk, mijn rol en die van mijn collega's, wij zijn onderzoekers. En wij hebben in de bronnen zijn we inderdaad gevallen tegengekomen waar wij denken, of in ieder geval de kans heel groot is, dat het om wederrechtelijke executies gaat. Die hebben wij geïnventariseerd. En dat was in het kader destijds van het zogeheten historische verificatieonderzoek dat het NIMA heeft uitgevoerd
om de claims te onderzoeken. En wij hebben die lijst hebben wij opgesteld. We hebben hem ook niet in de la gestopt. Dat is publiekelijk werd dat bekend. Dat is in de pers geweest en dergelijke. En wat er vervolgens mee gebeurt, dat is een politiek vraagstuk. Dat is niet een wij als Militair Historisch Onderzoeksinstituut is het niet onze rol om naar Indonesië dan te gaan en om slachtoffers te gaan zoeken. Maar dat het jou dwars zit en dat al die gevallen, die 800 gevallen of 900, dat ieder op zich een schandaal is of te ver gaat. En daar ben ik het absoluut mee eens. En over die 100.000 die je net noemde, ja, helaas. Dus niet alle gesneuvelden. Niet elke gesneuvelde is tot hoe die is gesneuveld is gedocumenteerd. Nee, het is. U heeft die vraag kunnen. Maar Jeffrey, jij hebt die. Wat te maken is dat het gevraagd is in de motie. Ja. Om dat bekend te maken. Ja, ja maar dan heb dat, je. En dat is een politiek. Dat is de verantwoordelijkheid ook van de politiek. Omdat. Om dat te doen. Ja, maar dat gebeurt niet 1, 2, 3. Dat... Ja, nee, maar goed, het is in juni. Ja. Het is nu oktober. Nou, het lijkt me goed om dit niet van tafel te vegen, maar om even te parkeren. Ook om andere mensen de gelegenheid te geven. Ik zie hier een hand. Ik zie uw hand. Nou, laten we eerst daar beginnen en dan komen we zo met bij u terug. Ik kom ook bij u, meneer. Ik heb niet de indruk dat de onderzoekers een blad voor de mond genomen hebben in de rapportage van hun bevindingen. Dat in de eerste plaats. Maar ik ga toch even terug naar de presentatie van de vorige keer over de grenzen. In de reacties, de geschreven reacties die daarop volgden, werd toch gesuggereerd dat vanuit de politiek druk is uitgeoefend op de leiding van het onderzoek om de toonzetting te matigen. Er kon over excessen gesproken worden, in ruime mate, maar niet over oorlogsmisdaden. Als ik Remy hoor zeggen, een toevallig incident waarbij 100 mensen standrechtelijk geëxecuteerd zijn, dan kun je dat nog steeds excessen noemen. Maar er begint toch ook een ander scenario op te komen, waarin je ziet dat de politiek terugrapporteert naar onderzoekers en hen bij voorbaat in het gareel houdt van wat welkom is en wat niet welkom is. Dat was een beetje de suggestie bij de presentatie de vorige keer, dat er toch schriftelijke reacties waren. Dat er druk was uitgeoefend vanuit de politiek op de leiding van het onderzoek. Als dat niet zo is geweest, dan word ik graag gecorrigeerd. Ja. Maar als het wel zo is geweest, dan hebben we wel een probleem. Dan is het niet alleen de onderzoeker die rapporteert en het politiek het oordeel overlaat aan de politiek. Maar dan is het ook de politiek Helder. Die terugkomt bij de onderzoekers. Helder. Ik knip die vraag in tweeën, want ik denk dat aan het eind van het programma komen de directeuren van twee andere instituten ook nog aan het woord. En misschien dat ze daarop in willen gaan. Heel even ook de vraag aan Remy. Die moordpartij die jij noemde, is daar op enige manier in jouw boek dat wordt geplaatst of verstaan als excess, om dat woord eens te gebruiken? Nee. Het onderzoek werd in volledige academische vrijheid uitgevoerd. Er is totaal geen druk op ons uitgeoefend om op bevindingen welke aard dan ook te komen. En dat zou ik overigens nooit hebben geaccepteerd. Dan zou ik meteen een ontslag hebben genomen. Dus de regering of wie dan ook heeft niet onze pennen vastgehouden. Wij hebben de term oorlogsmisdaden vermeden. Althans voor een andere term gekozen. Ook niet de hele onderzoeksgroep trouwens. Er zijn ook wat verschillen onderling. Maar dat heeft niks mee te maken dat wij eufemistisch bezig zijn of probeerden de regering of wat dan ook te ontzien. Want het woord excessen is al beladen. Wij gebruiken het woord excessen. Dat gebruikt hij niet, dat zegt hij net. Door een vorige nota van excessen die weet is uitgebracht. Maar we gebruiken het woord excess niet. En die bedoelde de zaak onder het karpet te vegen. Ja, maar dat was inderdaad een ander onderzoek. Dus, en als oorlogsmisdaden een beladen term is, dan geldt het ook voor excessen.
En die afweging die kan dan niet alleen aan de politiek overgelaten worden. Dat is ook een taak voor onderzoekers. Ja, we hebben die term in onderlinge discussies hebben wij voor een bepaalde termen gekozen. Maar daar had de politiek totaal geen bemoeienis mee. En ja, de term excess zien wij ook als eufemisme. En die is beladen sinds het zogeheten excessennota-onderzoek. Maar onze afweging om voor bepaalde termen te kiezen, die hebben wij als groep onderling, hebben wij daar uitvoerige discussies over gevoerd. En daar zijn we ook niet over één nacht ijs gegaan. En alle termen hebben voor- of nadelen. Er bestaat geen perfecte, alomvattende term, denk ik. Ja, fijn. Dank je wel. Mag ik hier heel kort over zeggen? Tuurlijk. Als ik u in die zin gerust kan stellen, dat het klip en klaar is dat de oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden. En dat we daar ook open over zijn, in Over de Grens. Het woord oorlogsmisdaden komt ook voor in het boek Over de Grens en ook in de deelstudies. Alleen, er is meer dan alleen klip en klare oorlogsmisdaden. Wij kunnen niet in elk geval vaststellen of dat wel of niet sprake van was. En om in die discussie niet per geval te verzanden, wij zijn geen rechters, maar historici hebben voor een bredere term gekozen waar ook oorlogsmisdaden onder vallen. Dat nog even ter toelichting. Dank je wel voor deze belangrijke toevoeging. Maar om te misschien dat u in de pauze deze op een gegeven moment exegese verder kunt. Het is wel een terugkerend onderwerp en een kritiek natuurlijk. Dus misschien heel praktisch ook. Er zijn ook praktische overwegingen om bijvoorbeeld niet over oorlogsmisdaden te kiezen. Azaya had het net over artilleriebeschietingen. Die zijn deels ook als represaille uitgevoerd. Dat valt streng genomen niet altijd onder oorlogsmisdaad. Ook massa-interneringen, massa-arrestaties. Streng genomen geen oorlogsmisdaad. Dus de term extreem geweld of massageweld, over welke je ook wil kiezen, die is breder dan oorlogsmisdaad. Maar we zeggen klip en klaar, extreem geweld omvat ook oorlogsmisdaden. Er komt nog iets bij, ook het aantal acteurs, de actoren. De zogeheten non-state actors. Dat zijn milities, permuda's, gewapende civilisten, vigilantes, noem het maar op. Groepen die een hele prominente rol speelden in de Indonesische revolutie aan weerskanten. Die vallen ook buiten de strikte definitie van oorlogsmisdaad. Dus dat zijn ook, er zijn ook praktische redenen om niet voor oorlogsmisdaden te kiezen. En dat is overigens ook bij internationale geweldsonderzoekers, met name diegenen die zich met koloniaal geweld bezighouden, is dat een ingeburgerde term. Dank je wel. Het is denk ik belangrijk. En ik moet u heel even afkappen, omdat we ook andere mensen aan het woord willen laten. En u kunt dit gesprek gewoon ook straks in de pauze verder voeren, want het is een gesprek wat nog lang niet af is gelopen. Maar mevrouw van Pagé, u had ook uw hand. Dus gaat uw gang en daarna kom ik bij u. Ja, ik heb wel een aantal opmerkingen in aanvulling op wat Jan Breeman zojuist al zei. Mijn naam is Marjolein van Pagé van Historie Bersama. Ik wil het allereerst even benadrukken dat voor de mensen die hier in deze discussie net aanhaken, wij waren al kritisch op het onderzoek in 2017. Toen zat ik nog met de heer Limpach in een panel. Toen het onderzoek gelanceerd werd. En toen hadden we eigenlijk, toen maakte ik de opmerking, waarom is Jeffrey Pondag hier niet aanwezig? En ik maakte ook de suggestie dat het onderzoek heel nauw verbonden is met de politiek, aangezien het NIMH en dus ook Limpach zelf onder het ministerie van Defensie valt. En toen hadden we dezezelfde soort van discussie. Ja, maar we zijn echt heus onafhankelijk. Maar wij zijn dus 6 jaar lang zijn we bezig geweest. Ik heb een open brief in 3 talen op de website van Historie Bersama geplaatst. Met een bijlage van 13 punten waarin we heel uitgebreid ingaan waarom dit onderzoek een koloniaal onderzoek is en niet vanuit decoloniale perspectief benaderd. En om dan even aan te haken op dit onderwerp, dus het geweld, wat jullie dan extreem geweld noemen. Ik denk dat het belangrijkste in de vraag is niet van hoeveel bommen en granaten, maar waarom zijn al deze bommen en granaten? Dus zelfs indien ze niet excessief zouden zijn gebruikt, en we hadden het al over een demarcatielijn, de basisvraag is, wat had Nederland daar te zoeken? Dus het gaat wel degelijk ook om de vraag, niet alleen van, oh, wij mogen niet oordelen, we zijn geen rechters, maar we zien dat de overheid, dat de Rutte, ja, in lijn met wat u ook doet, de term oorlogsmisdaden vermijdt uit angst, dat er dan misschien een Indonesiër in Nederland is, Jeffrey Pondag van Stichting KUKB, die dan namens Indonesische nabestaanden claims kan indienen. Ja. Dat heeft allemaal met elkaar te maken.
de fundamentele vraag over het waarom. Ik lees in een aantal studies dat jullie daar, of niet jullie, dat een aantal auteurs, en misschien horen jullie daar ook bij, gewoon wel fundamenteel zegt wat jullie denken over kolonialisme. En over de grondslagen van de Nederlandse aanwezigheid daar. Ik weet niet of jullie op dit specifieke punt nu zouden willen reageren, omdat hier zit ook wel een meta-vraag aan ten grondslag. Ja, over kolonialisme aan zich kunnen we kort zijn. Daar is ook helemaal niet discussie over onder vakgenoten of kolonialisme, of we dat moeten verdedigen of niet. Overigens ook niet de taak van de historicus. Nee, is kort antwoord. Maar we hebben wel eens het verwijt gekregen van dat we onderzoek hebben gedaan vanuit een anticoloniaal perspectief. Ik vraag me dan altijd af, hadden we dan van een pro-koloniaal perspectief uit moeten gaan? Lijkt me geen vruchtbare uitgangs. Ik ben geen federatie-initiatief. Nee, maar dat is dus helemaal geen discussie onder vakgenoten of het kolonialisme nu een goed idee was of niet. Nee. Dat is onzin dat wij het kolonialisme verdedigen. Nee, maar het gaat nu even, de discussie gaat, en het is ook als moderator moet je altijd goed luisteren. Die term extreem geweld, is het niet zo dat je door termen als extreem geweld te gebruiken toch op een of andere manier zegt, maar ja, je had ook wel gewoon geweld en dat was misschien minder erg. Misschien is het goed om daar wat helderheid over te hebben, want Er is gewoon een. Kijk, ik denk dat we het in grote lijnen eens zijn dat het kolonialisme, en dat benadrukken wij telkens weer, is gebaseerd op racisme, op uitbuiting, op onderdrukking. En Nederland heeft een koloniale herbezettingsmissie uitgevoerd. En een agressieoorlog die inderdaad Nederland achteraf gezien zeker nooit had moeten voeren. Dat neemt niet weg dat zelfs in een gerechtvaardigde oorlog die de Republiek voerde, zijn er regels. Dat heeft te maken, en nu moet ik een beetje technisch worden, met het verschil tussen jus ad bellum en jus in bello. Jus ad bellum is het recht om oorlog te voeren. Daar ging Nederland de fout in. Absoluut. Maar ook in een gerechtvaardigde oorlog zijn er rechtsregels. En is het niet toegestaan om gewoon gevangenen te executeren en dergelijke. Als je nu kijkt naar Rusland bijvoorbeeld. Ook Oekraïne kan extreem geweld, oorlogsmisdaden of hoe je het wil noemen, begaan. En daarom maken wij een verschil ook tussen normale gevechtshandelingen en dingen die geweld dat werd gepleegd tegen ongewapende gevangenen bijvoorbeeld. Dat is heel iets anders dan iemand doodschieten in een gevechtshandeling die zich ook kan verdedigen. Dus daar maken wij wel degelijk een onderscheid. Betekent dat wij het normale Nederlandse geweld goedkeuren of wat dan ook? Nee. Voor een Indonesiër maakt het uiteindelijk niet veel uit of die nou op welke manier die om het leven is gekomen, denk ik. Maar het is niet zo dat wij door dat onderscheid te maken tussen extreem geweld en gevechtshandelingen, dat wij al het geweld op één hoop zouden gooien en het zouden goedkeuren. Nou, ik denk dat het laatste woord, ik weet dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd. Maar ik heb u beloofd, meneer, omdat u zei van. U zei ook, u kunt gewoon blijven zitten. U hoeft niet te gaan staan. Ja. Mijn naam is Bert Karper. Ik ben inlichtingofficier geweest in Indonesië 48, 49, 50. Ik heb ook de overdracht van sommige steden meegedaan. Ik heb heel goed contact gehad met meneer Limpach. Want de minister van Defensie destijds, die vroeg aan mij, waarom draag jij geen onderscheidingen? Ik zeg, wij zijn misdadiger, dus ik draag geen onderscheidingen. En toen heeft ze verwezen, toen moest ik meneer Limpach opzoeken. En ik ben dus betrokken bij dat onderzoek. En ik heb meegedaan, ik heb vragen beantwoord, naar eer en geweten. En ik kan u dit zeggen, ik ben zelf een vrijheidsstrijder geweest in Nederland. Ik heb mijn vader daardoor verloren. Ik ben gemarteld en ik ben toch opgeroepen als dienstplichtige. En de burgemeester wou geen vrijstelling geven, want mijn vader was nog vermist. Ik ben op de KMA gegaan en ik ben als batterijofficier van de artillerie naar Indonesië gestuurd. En toen ik eraan kwam, toen werd mij gezegd dat ik inlichtingofficier was.
en dat ik mij moest melden in Oost-Java, in Malang. En ik heb het geluk gehad dat ik daar een inspecteur van politie, die commandant was van de inlichtingdienst van de brigade, mm-hmm. X-brigade. En die heeft mij een hele goede opleiding gegeven. Ook de heer Fijn, later ambassadeur van Nederland, maar die liep er als vaandrig. Die mensen waren daar bekend, die hebben mij inlichting gegeven. Nou, ik heb van mijn vader geleerd dat je met informatie meer wint met geld als met slaag. En ik heb zelf ondervonden, en toen ik dus commandant werd, een inlichtingendienst van het bataljon Madura, dat alleen bestond uit Madurezen. Toen heb ik daar een staf van getroffen, dat waren knilmensen. En met die mensen heb ik afspraken gemaakt. Ik zeg, je kunt de ene kant kiezen en de andere kant. Ik ga naar de bank, ik zorg dat ik geld krijg. Ik heb van de bank geld gekregen, ik heb informanten gehad en ik heb er geweldig succes mee gehad. Maar ik ontken niet dat er geweld gebruikt is. Ik kan ook de geschiedenis van vroeger. Ik weet dat we een minister-president gehad hebben die een militaire Willemsorde derde klas gehad heeft van de hoeveelheid atjeers die hij om zeep gebracht heeft. Ik heb commandanten gehad en ook bestuurders gehad, Ras Vlassa van de Plas, die nog terug wilden naar het idiote koloniale tijdperk. Ja. We hebben ons ook geërgerd aan Westerling, want die kreeg nooit geen straf. Die mocht alles van de overheid. Die was volledig gemandateerd. Heeft ook nooit geen straf gehad. Hè? Ik bedoel, dat zijn dingen die ik niet begrijp. Ik heb een trein. Er was in Don de Wosso, stond een trein. Die hadden mariniers gevangen genomen. En die hadden ze vergeten weg te brengen. Ja. Die zijn dus in de zon. Die man, wacht even, die zijn wel gestraft. Maar met een mondelinge berisping. Ja. Mijn commandant, mijn collega, die kreeg de opdracht. Je moet met zoveel mensen weggaan en met zoveel mensen terugkomen. Werd voor de krijgsraad gezaagd, maar heeft het niet gedaan. Nee. Heeft het niet gedaan. Ja. Die man, weet u wat daarmee gebeurd is? Maar als een korporaal. En wat ik het grootste probleem van het hele onderzoek vind, dat er nooit naar de oorzaak is gedacht. Als u een leger dilettanten naar Indonesië stuurt, slecht opgeleid, met slecht materiaal. Ik heb nooit een helm gehad bijvoorbeeld. Ik heb geen eens een wapen. Ik heb met een buitwapen maar even gered. Ik heb hem overal gekocht in Indonesië, want ik was te lang. Ik wil u maar zeggen, ik heb in Madiun gezien hoeveel mensen daar vermoord zijn. Over de communisten. Ik heb gezien wat er gebeurd is. Maar ze vergeten erbij te vertellen dat wij opdracht hadden en dat we dat niet altijd uitgevoerd hebben. En ze hebben namelijk, ik wil u even zeggen, de oorzaak. Onvoldoende getraind. Ziet u nu de Russen in met bosjes sneuvelen in Oekraïne? Geweld gebruiken? Ik ben me niet aan het verdedigen. Nee. Maar ik wil alleen maar zeggen dat ik het hele onderzoek prachtig vind. Ja. En ik ontken niet dat er geweld is gebruikt. Maar dat er niet naar de oorzaken gevonden is. Helder. Dat de overheid gesanctioneerd werd. Dat de grote mensen die nu allemaal op het kerkhof liggen, allemaal opdrachten hebben gegeven, onmoedige opdrachten. Weet u wat mij het meest opviel? Bij de overdracht naar de TNI kwam mijn grootste tegenstanders tegen. We waren vrienden, we hebben feest gevierd samen. Ik kom steeds dichter bij u staan. Omdat, u mag doen wat u wilt. Omdat ik weet. Ik ben voor niks gekomen. Nee. Ik ben 98 en ik wil me helemaal niet verdedigen. Nee hoor, maar dat. We hebben ook een hele hoop goede dingen, maar die hoor je nooit. Maar de oorzaak in dat hele onderzoek. U heeft het over de oorzaken. En die hebben ze niet voldoende uitgedrukt. En ik kan mij voorstellen dat Remy. De regering verantwoordelijk stellen. Die Rutte dat Remy Limpach. Heeft een excuus aangeboden. Ja. Maar daar hebben wij niks aan. Ja. En ook niet. Ik hoef geen geld. Nee. Maar ik wil er vanaf. Goed. Toen ik terugkwam, moesten we een dag langer in de schip blijven, omdat de communisten moord met zulke grote letters langs het Noordzeekanaal moordenaars hebben. Ik heb zomaar gevoel, meneer Kapper, dat in de pauze heel veel mensen uw verhaal willen horen. Ja, van thuis uit heb ik geleerd, heb eerbied voor oudere mensen. Ja, dat moet u horen, want die weet wat. Dat is zo, dat is zo. Nee. U heeft het niet meegemaakt. Ik heb het niet meegemaakt. Nee, dat, nou, goed. Dat is waar. Maar als een ongetrainde soldaat op pad stuurt. En die krijgt, boodschap. En er worden met zes gesneuveld. Dan nemen die jongens raak. En als je een commandant hebt, die directeur van die de boodschap was in Nederland. Ja. Die wist ook niet hoe het was. Die boodschap.
Die mensen, die regering moet zich diep schamen. Daar zijn we het, denk ik, met z'n allen over eens. Dank u voor uw inbreng. Ik kan me voorstellen dat Remy heel blij is geweest met uw bijdrage. Remy, wel heel belangrijk wat meneer zegt. Wat meneer zegt. De waarde van inlichtingen, waarbij je wel vaker leest dat inlichtingen die worden verkregen door geweld eigenlijk minder waard zijn dan andersoortige inleg. Heb jij in jouw onderzoek dat soort geluiden ook gehoord? Dat, laten we zeggen, je meer had aan inlichtingen die niet met geweld... Zeker. Nou ja, Bert, dank voor je betoog daarnet. En als ik je weet, bij alle waardering die ik voor je heb, in één puntje wil ik je wel tegenspreken. Want in het onderzoek besteden wij wel degelijk aandacht aan de oorzaken voor de toepassing van het extreme geweld. En dat komt in de overkoepelende, over de grens komt dat naar voren, maar ook in de deelonderzoeken. Jouw vraag is een moeilijke. In het algemeen is natuurlijk inlichtingen die vrijwillig worden gegeven, die zijn betrouwbaarder. En heel waardevol werden bijvoorbeeld overlopers uit het Nederlands inlichtingenperspectief geacht. Mm-hmm. Dus diegenen die... Ja. Militairen die vanuit de TNI of van de milities overliepen en hun kennis ook deelden met de Nederlanders vrijwillig. Er zijn ook heel veel andere bronnen die werden aangeboord. De vraag te beantwoorden hoe betrouwbaar waren inlichtingen die werden verkregen met geweld, dat is een hele lastige. Vaak bleken ook die niet waar te zijn. Maar het is ook, als ze helemaal niet zouden kloppen, dan zouden ook niet worden gemarteld. Dat is ook een deel van de waarheid, zeg maar. Maar dat is heel lastig met bronnen hard te maken van hoe efficiënt dat was. Het is wel zo dat in ieder geval uit Nederlandse bronnen blijkt dat als er klappen vielen en dergelijke, of als er nog veel vredere methodes werden gebruikt, dat dan Indonesische gevangenen vaak dichtsloegen en helemaal niks meer vertelden. En als ze wel wat vertelden, of bijvoorbeeld ook een schuldbekentenis gaven, want de Nederlanders hebben niet alleen gemarteld om inlichtingen te krijgen, maar vaak ook om iemand te kunnen berechten. En daarvoor was dan een schuldbekentenis noodzakelijk. En het is gewoon zo, dat is algemeen, ook uit internationaal onderzoek blijkt dat als gevangenen worden gemarteld, ja, op een gegeven moment beginnen ze gewoon dat te vertellen wat hun pijnigers willen horen. En als dat dan een schuldbekentenis is, dan zeggen ze, ja, ik ben schuldig aan dit en dat, whatever you want to hear. En dat is natuurlijk allesbehalve betrouwbaar. En er zijn ook gevallen bekend dat die voor de rechtbank dan uiteindelijk ook hebben gezegd, ik werd gedwongen mijn schuld te bekennen, maar in werkelijkheid ben ik onschuldig. Ja. Helder. Beste aanwezigen, we zijn toegekomen aan een heel belangrijk onderdeel, de pauze. Maar het zal duidelijk zijn dat zowel in het verhaal van Azaria als het verhaal van Remy, dat we eigenlijk maar tot de oppervlakte zijn gekomen van wat in twee hele gedegen onderzoeken is vastgelegd. Gelukkig staat daar buiten de uitgever. Met de boeken die straks ook te koop zijn. En ik kan u echt van harte aanbevelen om de boeken ook aan te schaffen en om ze ook echt door te nemen. Omdat met name de relatie tussen analyse en case studies, dat die overtuigend is. Een analyse zonder gedegen werk. Jij begon, Azaria, met empirisch onderzoek. Ik zag die kaart. Maar wat ik heel bijzonder vond aan jouw presentatie is dat je toen ook direct overstapt naar het menselijke. Want het gevaar, zeker in jouw onderzoek, is natuurlijk dat je zo focust op het aantal missies, wat daarover in de rapportage staat, maar direct de foto van meneer die toen nog in leven was en kon laten zien. Dit is het resultaat van al dat technisch geweld. En ik denk dat dat een hele heldere en belangrijke boodschap is. Dus mag ik u vragen om een applaus voor Remy Limpach en Azaria Hamani. En
ga vooral met elkaar in gesprek en ik zie u graag om 3:15 weer terug voor de tweede helft van ons programma. Geachte aanwezigen. Geachte aanwezigen. Beste mensen. Het is goed dat u zo met elkaar in gesprek bent. En hopelijk blijft u dat ook doen straks aan het einde van het formele gedeelte van het programma, maar we gaan nu weer verder met het programma. En ter correctie van mijn eerdere onjuiste mededeling hou ik dit ook nog even in beeld. Dus heeft u vragen als u online meekijkt, stuurt u die dan naar info@ind45-50.nl. Dus geen underscore, want dan komt die gewoon niet aan. We gaan het nu hebben over dit boek. Talen van geweld. En ik weet niet of het toeval was dat beide titels allitereren. Maar dit boek, geschreven door Peter Romeijn en Remco Raabe, gaat onder andere, maar niet uitsluitend, over discours, over framing. En het leek de auteurs een goed idee om 3 gasten uit te nodigen om middels een korte gesproken reflectie, noem het een column, hun opmerkingen te plaatsen ten aanzien van het boek. En ik zal ze keer voor keer ieder apart bij u introduceren. Na afloop... Ik wilde zeggen, ja, de term is schuiven ze aan, maar we blijven staan. Ook de 2 auteurs. Wij gaan er met elkaar, de panelisten en de auteurs, in gesprek. En vervolgens is het weer de gelegenheid om met u van gedachten te wisselen. Nou, de eerste die we hebben gevraagd, of die is gevraagd door de auteurs, moet ik u zeggen, om haar opmerkingen te geven, is Julia Patopang. Zij is historica, opgeleid in Leiden en op dit moment werkzaam als programmamaker bij het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. Julia is net terug van een uitgebreide reis door Indonesië in het kader van een programma dat heet... Was het nou Geboeid Indonesië? Geboeid door Indonesië of Indonesië? Geboeid terug naar Indonesië. Geboeid terug naar Indonesië. Eerste uitzending op 2 november. En ik zou zeggen, gaat u dat vooral zien. Maar daar gaat het niet direct over. Julia, in deze presentatie in ieder geval. Julia, aan jou het podium en de microfoon. Wat een grote taak. Ik hoop dat ik wel iets kan toevoegen na het bruisende eerste gedeelte van dit programma. Goedemiddag, dames en heren. Hier zijn we dan in Amsterdam. Het najaar van 2023. Ongeveer 6 jaar nadat het onderzoeksproject begon. We zijn hier voor 1 van de laatste publicaties van een uitgebreid en langdurig onderzoek naar het geweld tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Toen ik werd uitgenodigd, rees bij mij dan de vraag: wat valt er nog te onderzoeken?
Nou, een beetje sceptisch van mij, zou je kunnen zeggen. De vraag die aan mij werd gesteld betrof de Indonesische stemmen in dit onderzoek en mijn bevindingen daarover. Het antwoord op deze vraag is zeker niet eenvoudig. De oorlog zelf was immers een labyrint van complexiteit. Graag wil ik even stilstaan bij de auteurs van dit onderzoek en mijn waardering uitspreken voor hun werk. Wat mij het meest heeft gefascineerd is de overvloed aan gedetailleerde informatie in hun werk. De vier casussen zijn op unieke wijze onderzocht en het is indrukwekkend hoe dit onderzoek nieuwe feiten over het informatiemanagement van het geweld aan het licht heeft gebracht. Wat dit onderzoek zo essentieel maakt, vind ik persoonlijk, is dat geweld, gemedieerd door de taal, door de jaren heen transformeerde tot diverse gecensureerde uitingen. Zoals treffend verwoord in het boek, ik citeer, de taal creëerde de condities voor het geweld en daarmee de brede acceptatie daarvan. Einde citaat. Hoewel er verslagen en rapportages waren, blijft de verantwoording voor het geweld tot op de dag van vandaag onduidelijk. Daarna stel ik dan de vraag, wordt het dan na vandaag ook duidelijk? Voor Nederland was de archipel destijds de bron van hun welvaart. Nou ja, al meer dan 300 jaar lang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aard van de oorlog in Indonesië duidelijk gericht was op herovering. Of op zijn zachtst gezegd het herstellen van de orde. Dat er buitengewone wreedheden tijdens de oorlog hebben plaatsgevonden, daar zijn we ook al van bewust. Het daaropvolgende stilzwijgen van beide zijden uit angst voor verantwoordelijkheid is ons niet onbekend. De beperkte aanwezigheid van Indonesische stemmen in dit boek en in het bredere onderzoek verbaast mij ook eigenlijk niet. Informatie wordt in Indonesië vaak mondeling doorgegeven, zelfs tot op de dag van vandaag. De herinneringen aan gebeurtenissen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog werden later vastgesteld in diverse monumenten gebaseerd op verhalen van ooggetuigen, maar niet altijd in gestructureerde documentatie. Ook daarom raadplegen Indonesische historici en onderzoekers vaak Nederlandse bronnen in hun zoektocht naar informatie. Het lezen van dit onderzoek is voor mij persoonlijk een bevestiging van verhalen die ik in Indonesië heb gehoord. Het illustreert hoe berichtgeving destijds niet leidde tot onderzoek naar de gebeurtenissen zelf, maar tot censuur, repressieve maatregelen en uiteindelijk acceptatie van geweld. Om een paar voorbeelden te noemen, figuren zoals journalist Rosihan Anwar en de publicaties waarvoor hij werkte werden verboden. Het proces daarvan werd aangegeven in dit onderzoek. Ook over journaliste Beb Feig bijvoorbeeld, een ander voorbeeld. Na aankomst in Nederland werd zij ook onderzocht en in de gaten gehouden. Vraagstukken van de Indonesische vertegenwoordigers in Nederland of rapportages van de Indonesische hoofden werden genegeerd of werden tegen hen gebruikt. Alles werd in het werk gesteld om het geweld uiteindelijk onder het tapijt te vegen. De framing die gemaakt werd over de tegenstanders, zoals terroristisch, extremist of opstandig, heeft niet alleen de verslaglegging, maar ook de politieke discussies gekleurd. Dit fenomeen herhaalde zich decennia later in Indonesië, zij met een andere politieke tegenstanders, maar dat is niet het onderwerp van vandaag. Alles wat er plaatsvond, was het gevolg zoals wat het in het onderzoek luidt. Ik citeer weer, van diep gewortelde patronen, denkwijzen en praktijken die gedurende de lange periode van koloniale overheersing waren ontstaan. Einde citaat. Er valt nog veel te bespreken over de resultaten van dit onderzoek. Het is ongetwijfeld een zeer indrukwekkende studie die waardevol is, niet alleen voor historici en erfgoedprofessionals, maar ook voor geïnteresseerde lezers. Ik zou graag dit stukje willen afsluiten met een citaat van de heer Niko Pallaar, een politicus van Indonesische afkomst die in de Tweede Kamer heeft geprobeerd de Indonesische stem in de Nederlandse politiek te laten klinken, al was het maar voor een korte periode. Laten we streven naar wat ons verenigt en niet naar wat ons scheidt. En als ik nog iets mag uiten, dan hoop ik dan dat er nog meer onderzoeksprojecten zoals dit grote project zullen komen
waarbij meer onderzoekers met roet in Indonesië nog actiever en wellicht prominenter betrokken worden dan voorheen. Laten we taal niet als demarcatielijn beschouwen. Dank je wel. Dank je wel, Julia, voor een mooi en gelaagd verhaal, waar ongetwijfeld we straks in het panelgesprek op terug zullen kunnen komen. Als tweede hebben we uitgenodigd de heer Floribert Baudet, buitengewoon hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en verder verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie. Aan u het woord. Goedemiddag. Goed iedereen hier te zien. Ik ben gevraagd om iets te zeggen over een specifiek aspect van het boek Talen van Geweld, namelijk het informatiemanagement. En dat doe ik enerzijds als auteur van een boek over defensie, voorlichting, -propaganda in de periode die in dit boek wordt beschreven. En anderzijds als kleinzoon van een journalist die er destijds over schreef. En als, een oud-oom van mij was de stem van defensie in die periode. Dus in die zin ook als betrokkenen en misschien zelfs erfgenaam. Het boek dat in deze sessie centraal staat, Talen van Geweld, laat zien hoe het idee van een schone oorlog werd uitgedragen en hoe dat is doorwezen werken. Op allerlei niveaus, politiek, journalistiek, militair, was bekend dat er dingen gebeurden die het daglicht wellicht niet konden verdragen. Maar de wetenschap leidde zelden tot maatregelen om daar paal en perk aan te stellen. En de auteurs, Remco Raabe, Peter Romein, verklaren deze gang van zaken aan de hand van twee concepten. De koloniale dissociatie, waarover ik niet zal spreken, en het informatiemanagement, waarover ik wel spreek. Ik zal aan het eind ook een paar kleine kanttekeningen plaatsen, maar een tipje van de sluier oplichtend. Ik ben onder de indruk van wat ze hebben neergezet en ik stel mij zo voor dat dit ook een plek gaat krijgen in de officiersopleiding. De twee auteurs laten zien dat de krijgsmacht, maar ook het civiel bestuursapparaat in de archipel van hoog tot laag doordrongen was van een cultuur van zwijgen. Dat wil niet zeggen dat er niet werd gesignaleerd dat er dingen niet konden. En men realiseerde zich dat er gebruik werd gemaakt van Duitse of Japanse methodes, als dat dan heette. Maar het heette over het algemeen dat dit nodig was. Gezien de aard van de tegenstander, of de tegenstand, onvermijdelijk. Loyaliteit, onderlinge solidariteit wogen zwaarder dan moraliteit of waarheidsvinding. En dat betekende dat ambtenarij het primaat aan de krijgsmacht liet. En de krijgsmacht gaf er de voorkeur aan de zaken intern af te handelen. De krijgsmacht filterde, verbloemde en hield geheim. En onderzoek naar gebeurtenissen die wel in Batavia, Jakarta of in Nederland bekend waren geworden, liep het doorgaans vast op een gebrek aan bewijs. Dat is één kant van het verhaal. Aan de Nederlandse kant heeft de regering haar uiterste best gedaan om de krijgsmacht uit de wind te houden. Ook de regering filterde, verbloemde en hield geheim. En in dit hele informatiemanagement speelde taal een wezenlijke rol. De archipel hermetisch afsluiten was geen optie. De tegenstander delegitimeren als fascisten, bendes, ploppers, rampokkers, extremisten, terroristen en nadien ook communisten kon wel. En dat werd dus ook gedaan. Iedere gedode Indonesiër was per definitie een vijand. En die werden neergelegd. Op de vlucht doodgeschoten. En dat was altijd noodzakelijk. Want het Nederlands optreden was altijd reactief. De plegers van het geweld waren onze jongens. En die kwamen recht en orde brengen. En op deze manier werd er een beeld gecreëerd van een oorlog dat niet in overeenstemming was met wat er op de grond gebeurde. En waar we als samenleving uiteindelijk nog steeds mee te maken hebben. De auteurs vragen terecht aandacht voor deze dimensie. Laten ook zien hoe de militaire paper trail daarbij hielp. After action reports, de Britse term, of de Amerikaanse term, zijn van zichzelf als sumier. Met minimale details, ontdaan van emotie. Een fictief voorbeeld. 14 rampokkers neergelegd,
één pistool, 6 stuks munitie buitgemaakt, eigen verliezen, geen. Dat was een goede dag voor de legerleiding. En dit soort verslagen werden vervolgens van een context voorzien, een politieke duiding, die vanuit de legerleiding via de regeringsvoorlichtingsdienst in Batavia uiteindelijk in Den Haag bij de Nederlandse pers belandde. De voorlichters van de Nederlandse RVD, de krijgsmachtdelen en het Nationaal Instituut Nieuwin droegen op hun steentje, op hun beurt, een steentje bij. Bevriende journalisten kregen de instructie vooral te schrijven hoe onze jongens blij waren met brieven van thuis. Dat het eten goed was. De meisjes mooi, maar niet te mooi, want dat was ook weer riskant. Dat Kretek sigaretten goed smaakte en de bevolking intens dankbaar was voor dit optreden. En wat er op de grond precies gebeurde, stond in Nederlandse discussies eigenlijk sowieso niet centraal. Daar draaide het om de politieke, sociaal-economische toekomst van het Koninkrijk. De vraag of de methode het doel überhaupt naderbij zouden brengen, werd niet gesteld. Of het doel haalbaar was, werd eigenlijk ook niet gesteld. Critici van het optreden, van de politiek, van het beleid, werd doorgaans het leven zuur gemaakt, soms de mond gesnoerd en hen werd sowieso de toegang tot de archipel ontzegd. Zodat het nog lastiger werd om de vele afzonderlijke verhalen, de gelaagdheid van het conflict duidelijk te maken aan de Nederlandse samenleving. In de samenleving die na 1949 vooral vooruit wilde kijken en tenslotte bij onze jongens ook, die ook vooruit wilden kijken en soms ook niet terug wilden of konden kijken, groeide het beeld van een schone oorlog. Met alle gevolgen van dien. Tot slot, een enkel woord van kritiek. De auteurs noemen een aantal factoren die gezamenlijk verklaren waarom het geweld kon worden weggemoffeld. Ik onderschrijf de conclusie dat het mechanisme van koloniale dissociatie daarin een belangrijke rol speelde. Ik mis ook wel een paar andere elementen. Eentje daarvan zou zijn het concept van het concept van rijksverdediging. Verdient iets aan uitleg. Ik ga geen college geven, uiteraard. Maar het idee was dat Nederland en Indonesië en Suriname en de Antillen gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de verdediging van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat het toch bizar was dat een rijk dat 70 miljoen inwoners kende, misschien wel 80 miljoen, militair gezien een dwerg was. Het was eigenlijk een weerslag van het trauma van 1940 en het trauma van 1942. En je ziet in 45, 46, 47 allerlei geluiden over het efficiënter maken van de defensie van dat koninkrijk. Maar daarvoor was natuurlijk controle over Indonesië essentieel. Nederland zou ineens van een militaire dwerg, als je dat goed zou aanpakken, een middelgrote mogelijkheid zijn die de naam waard was. En dat paste natuurlijk bij het zelfbeeld van Nederland als belangrijke staat. Dat had niet alleen met economie te maken, maar ook met status en met militaire trots. Het tweede element dat daarmee nauw verbonden is, is het zelfbeeld van de krijgsmacht. Het was immers een organisatie die zich wilde revancheren voor 2 nederlagen. Een derde nederlaag was geen optie. Loyaliteit, respect voor hiërarchie en discipline, maar dan niet het aan de regels houden, maar discipline naar elkaar, naar de groep toe, waren deugden die centraal stonden in deze krijgsmacht. En die ook in de opleiding met kracht werden uitgedragen. En ook dat is een vorm van informatiemanagement. En een laatste aspect is die opleiding zelf. Die was enerzijds gericht op het verslaan van een conventionele tegenstander. En anderzijds werd betoogd dat de Indonesiërs werden gegijzeld door een losgeslagen bende. Een onrealistische voorstelling van wat onze militairen te wachten stond, zal niet hebben bijgedragen aan hun oordeelsvermogen toen het erop aankwam. En zeker niet in de fases na de grote offensieven, waarin het territorium dat Nederland beheerste vele malen groter was geworden dan de Nederlandse troepen konden bestrijken. En dan krijg je dus ook de mechanismen van geweld, gebrek aan inlichtingen en de dwang om die alsnog te krijgen, omdat je anders helemaal blind rondwaart. En de angst om een kampong binnen te gaan, die je dan vervolgens maar begint te beschieten. De opleiding werd verzorgd door de krijgsmacht. Maar ze vond zeker niet plaats in een vacuüm. Ze vond plaats in een omgeving die was vormgegeven door Haags en Batavia's informatiemanagement.
Ik mocht wel constateren dat bij tijd en wijle iets aan militaire terminologie wat wringt. Maar het neemt niet weg dat ik het boek aan iedereen zou willen aanbevelen. En juist ook binnen die organisatie die ik 4 dagen in de week dien. De Nederlandse Defensie Academie. De Britse strateeg Basil Littlehart schreef ooit dat camouflage history leads to false confidence. En false confidence is the dry rot of armies. Met andere woorden, als je de zaken mooier voorstelt dan ze werkelijk waren, doe je niet goed. Dan verzwak je eigenlijk wat je wil worden. Binnen de krijgsmacht, waar velen ook uit een gevoel van loyaliteit naar de krijgsmacht, of naar het KNIL, of naar de KL, en naar de veteranen moeite hebben met de conclusies van het grootschalig geweld, is het noodzakelijk dat deze kwesties aan de orde worden gesteld. Het ontslaat echter ook de rest van de samenleving niet aan de plicht te blijven nadenken en ons te verhouden tot dit aspect van ons verleden. Als wij werkelijk beweren een moreel hoogstaande natie te zijn, dan moeten we met onszelf en elkaar in het reine komen. Tot zover. Dank u wel. Ook u weer een bijdrage met verschillende lagen, waarin ook framing, verwachtingen, ook wel organisatiecultuur en het bredere kader. En ik zag de auteurs al driftig pennen toen u het had over de kritiekpunten, want we zijn hier niet alleen om elkaar lof toe te zwaaien. Dus dat belooft wat voor het gesprek. Maar eerst hebben we dan hier nog professor Geertje Mak, hoogleraar gendergeschiedenis. Ik hoor mensen ook wel eens zeggen gendergeschiedenis, maar ik vind die harde G dan vaak wat minder geslaagd. Maar nu ook actief met een heel belangrijk onderzoek naar hoe kinderen werden gebruikt en ingezet in het koloniale bestel in Indonesië. De weeshuizen, de scholen. Ontzettend fascinerend onderzoek. Maar Geertje, ik zou jou graag uit willen nodigen om jouw reflectie over dit onderzoek en dit boek met het publiek te delen. Dankjewel Wim en dankjewel Remco en Peter voor jullie uitnodiging om met jullie boek mee te denken. Al is het af en kan ik jullie daar van harte mee feliciteren. Al is het onderwerp zwaar, ik zei het al even tegen Peter in de pauze. Ik vind het ongelooflijk knap dat jullie hier zo lang mee bezig zijn geweest. Het is al heel zwaar om het te lezen. En ik denk dat dat net ook al wel duidelijk is geworden uit het verhaal van Floribert. Ik wilde het eigenlijk ingaan op iets wat volgens mij helemaal door jullie hele boek heen loopt, en dat is koloniale dissociatie. En dat heeft ook iets te maken met het project waar ik zelf mee bezig ben, omdat koloniale systeem ook zo diep doordrongen was van de eigen goede bedoelingen. En dat noemen jullie ook een aantal keren letterlijk zo. Dissociatie, ontkoppeling, een toestand waarin het een niet met het ander wordt verbonden. Hè. De linkerhand iets doet wat de rechterhand niet zegt. Jullie gebruiken het enerzijds om de grote afstand en de ontkoppeling tussen wat zich in Indonesië in de praktijk afspeelde en de politieke discussies en beslissingen in Den Haag mee te beschrijven. Het is een bijna letterlijke dissociatie soms. Maar dissociatie verwijst ook naar de gespleten koloniale houding zelf. Waarin westerse landen vanuit de morele en rationele superioriteit menen gekoloniseerde volken te moeten ontwikkelen en beschaven, maar die tegelijkertijd als vanzelfsprekend gepaard kon gaan met grootscheeps militair geweld. Ik heb een voorbeeldje gevonden van koloniale dissociatie. Ik denk trouwens dat het een heel lang begrip is. Het reikt over hele lange tijd en het reikt misschien ook nog wel tot aan nu. En ik wil een klein stukje voorlezen uit een toespraak van Henry van Kool. Dat is jullie vast ook bekend, iemand die zich scherp heeft verzet tegen onrechtvaardigheid. Maar om die koloniale dissociatie aan te geven, is het een heel mooi citaat, denk ik. Hij is aan het opsommen wat er allemaal in de wereld mis is met koloniale mogendheden die moorden in gekoloniseerde landen. En zeg maar, waar te eindigen? Er zou een groot boekwerk nodig zijn om alle onrechtvaardigheden en monsterlijke daden van de zogenaamde beschaafde naties tegen de gekleurde rassen te beschrijven. En dan geeft hij die hele reeks voorbeelden en dan zegt hij, en ik moet het erkennen,
met diepe schaamte voor mijn eigen land, ook de slachting op Sumatra van de Atjeërs door Nederland. Bijna 40 jaar heeft dit vrije en onafhankelijke volk, ongeveer 500.000 mannen, vrouwen en kinderen in getal, gevochten met een heldhaftigheid nauwelijks geëvenaard in de geschiedenis tegen onze moderne, moorddadige wapens. Nou, dan gaat hij nog even door. En dan vervolgt hij dus, maar wat moeten wij nu gaan doen? En dan zegt hij van, we moeten de rechten gaan verdedigen van onderworpen volken. En dan, we moeten hun welzijn en comfort verzekeren en hen geleidelijk opvoeden voor autonomie. Geen ondergeschiktheid, maar verheffing. En dan komt het. Om een evolutie te bevorderen naar een hogere staat van beschaving die de blanke man, ooit zelf een barbaar, heeft bereikt. Nou, dat geeft heel mooi die dissociatie aan. Want die blanke man is ineens van een iemand die monsterlijk wordt genoemd, zelf het voorbeeld geworden waar iedereen naar moet streven. Interessante spanning die, denk ik, eigenlijk precies aangeeft waar koloniale dissociatie over gaat. In de internationale literatuur, en er is pas een prachtig, heel groot, dik handboek verschenen van de hand van Hageman en Dudink over gender en militaire en oorlogsgeschiedenis. Een Oxford handboek, en dat heel veel in over koloniaal geweld. En dus onder andere ook over de mannelijkheid die gepaard gaat, het idee van mannelijkheid die daarmee gepaard gaat, van een rechtvaardige, ordelijke, gedisciplineerde, rechtshandhavende vorm van militair geweld. De beschaafde oorlogsvoering. Die dan staat tegenover een gluiperig soort achterbakse wilde oorlogsvoering van barbaren. Plunderend, ongedisciplineerd, de eigen bevolking terroriserend. En dat past ontzettend precies bij wat jullie beschrijven over hoe het geweld over en weer woorden krijgt. Het is een soort geweld van de tegenstander die in strijd is met Europese normen voor mannelijkheid en eer. Er zitten heel veel voorbeelden in, die werden net ook al genoemd. Hè, die voorbeelden van rampokkers en extremisten enzovoort, waarmee de tegenstander eigenlijk voortdurend wordt aangeduid. En ook op het allerhoogste niveau is het steeds rechtshandhaving. Ja, dus in alle onrechtvaardigheid blijft het woord steeds rechtshandhaving. Ik vind het trouwens opmerkelijk dat in die discussie over rechtshandhaving, ik weet niet of ik iets gemist heb, maar zelfbeschikkingsrecht van volken eigenlijk niet wordt genoemd. In die internationale literatuur wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd dat er een spanning optreedt voor witte mannen als ze zich dus helemaal niet gedragen volgens hun eigen normen. Marion Lake schrijft in het boek wat ik net noemde, White Men and Imperial War, ik vertaal het even in het Nederlands, van witte mannen werd verwacht dat ze meester waren over de natuur en de wildernis, over hun lichamen en passies, over zichzelf en over anderen. Ze moesten discipline en controle uitoefenen. In de praktijk bleek echter maar al te vaak dat ze zichzelf wanhopig niet in de hand hadden, zich bezondigden aan geweld, seksueel geweld pleegden en zich schuldig maakten aan alledaags machtsmisbruik. Ondanks het feit dat de witte man zichzelf voorstelde als het drager van zijn beschaving, hield hij zich bezig met daden van barbaarsheid die een bedreiging vormden voor zijn eigen gevoel van eigenwaarde. Ontkenning en misleiding waren dus essentieel voor het kolonisatieproces. Je zou je kunnen voorstellen, hè, dat er, dat is onder andere voor Amerika wel getoond, dat er dan als het ware een nieuw soort mannelijkheid ook ontstaat die eigenlijk gaat over, jij weet wel hoe het moet in de bush. Een soort wat meer rauwe, Tarzan-achtige mannelijkheid die eigenlijk juist gaat over kunnen overleven in barbaarse of hele moeilijke omstandigheden. Misschien is dat een stukje psychologische verklaring voor wat soms is gebeurd. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik jullie boek dan nog iets spannender vind, omdat jullie proberen aan te tonen hoe die verdringing en verbuiging in het hele systeem is gaan zitten. Dus je kunt misschien een stukje verklaring zoeken in de spanning die individuele mannen hebben ervaren over die mannelijkheid, misschien ook over hun eigen ideaal en de moeilijkheden waar ze in zaten. Maar jullie laten eigenlijk dat heel mooi zien hoe dat in de
in het hele systeem verpakt zit. Jullie pakken die koloniale dissociatie heel precies uit door alle praktijken na te gaan waarin de verbinding werd gebroken tussen de realiteit van de strijd in Indonesië en de manier waarop dat in de politiek in Den Haag werd gerepresenteerd. Met alle minieme tussenstapjes van dien. We hebben het net eigenlijk ook al gehoord. En ik vond zelf daarvan eigenlijk dat dagrapport al zo ontzettend tekenend. En heel bijzonder en belangrijk. En dat is natuurlijk ook waar Julia al naar verwijst. Dat jullie in je boek, in ieder geval ondanks corona zou ik zeggen, hebben geprobeerd om wel eigenlijk steeds weer te zeggen dat het dagrapport was zo kaal als Floribert het net zei. Hè, zo heel strak, alleen maar die doden. En alleen maar even met, hè, dus bijna niks. Je weet niet wat er is gebeurd. Terwijl als je naar de dorpen gaat, vertellen jullie, je de monumenten ziet en de verhalen hoort, weet iedereen precies, die ging daarheen, dat gebeurde met die, dit gebeurde met dat. En dat is een tegenstelling die in jullie boek zo sterk wordt beschreven, dat alles wat daarna volgt, ook als die verbuiging en die verbastering van de situatie heel indringend wordt. En het zit al die laagjes en dat het hele systeem eigenlijk meewerkt om dat weg te werken. En dat begint dus met die allereerste abstractie. Dus ik eindig met een droom. Ik hoop op een monument. Ik hoop op een monument waarin die dagrapporten worden gefotografeerd naast foto van het betreffende monument. En ik hoop dat dan daar misschien de Indonesische onderzoekers de verhalen bijzoeken van alle mensen die ze te vertellen hebben. En dat 24 uur per dag, 7 dagen per week samen te horen is. En dat we gewoon naar naartoe kunnen gaan en kunnen zien wat er gebeurt als je geweld abstraheert. En daar wou ik het even bij laten. Dankjewel, Geertje. Voor de aspecten en elementen die je uit het boek hebt gehaald en ook de verbindingen die je maakt, niet alleen met de twee andere panelisten, maar ook met de bredere lijn van het onderzoek, mag ik jullie alle drie vragen om aan deze tafel te gaan staan. En dan zou ik Peter en Remco graag willen vragen om aan deze tafel te staan. Niet om een soort van, ja, het is eigenlijk wel een demarcatie, ja. Maar het maakt het gesprek gewoon net iets gemakkelijker. Dus als jullie daar zouden willen staan en één microfoon zouden willen delen, zouden jullie graag willen uitnodigen om hier te gaan staan. Er zijn inmiddels ook vragen binnengekomen vanuit de deelnemers die online deelnemen aan deze bijeenkomst. Maar ik zou eigenlijk willen beginnen door jullie, Peter en Remco, de gelegenheid, je stroopt de mouw al op, geven om te reageren op deze beschouwingen over jullie werk. Nou, goedemiddag allemaal. Fijn dat er zoveel belangstelling is voor iets waar we lang aan gewerkt hebben en wat ons heel erg te harte gaat. Allereerst wil ik, voordat ik jullie bedank, Maarten van der Bent en Anne van Maurik bedanken, onze heldhaftige onderzoeksassistenten die ons door archieven hebben gesleept, door onderzoekscrisis hebben getrokken, ons van commentaar hebben voorzien en onmisbaar waren voor het welslagen van dit project. Ze zijn hier aanwezig en en dan de geachte leden van het panel. Ik spreek even voor mezelf. Ik ben jullie enorm dankbaar voor de bereidheid om in de materie te duiken. En om de enorm waardevolle opmerkingen die jullie hebben gemaakt. Want we zijn ons er natuurlijk heel erg van bewust dat een boek als dit juist door de omvang bedriegt. Het is wel heel dik, maar de omvang van de problematiek is oneindig groot. En we hebben geselecteerd en we hebben gezocht naar interpretatiemanieren. En ik ben heel blij dat jullie er een aantal dingen hebben uitgehaald die
dingen verduidelijken, voor mij ook weer. En die ook handvat zijn voor vervolgonderzoek. Een paar opmerkingen en dan geef ik de microfoon aan Remco. Ik vond het heel mooi, Geertje, hoe jij de beschaafde oorlogvoering als onderdeel van de koloniale dissociatie naar voren haalde. En ik zou zeggen, eigenlijk gaat het ook het hele boek over het koesteren en in stand houden van de illusie van een beschavende oorlogvoering. Een beschavende oorlogvoering die op alle vlakken in het Nederlandse informatieverkeer is terug te vinden. Ook trouwens in de maatschappelijke en politieke debatten en reflectie. En die inderdaad niet alleen een illusie is, maar ook in die tijd al kan worden gezien als een beschamende illusie. Omdat het uitgaat van een lang gekoesterd koloniaal superioriteit denken. En laten we dat niet vergeten, gewoon domweg praktisch eigen belang van het moment zelf. Nederland was berooid en Nederland wilde er bovenop komen. En de politieke leiding van alle gezinten bijna was ervan overtuigd dat dat alleen kon door koloniale baten weer binnen te laten komen. Wat Floribert betreft, dank voor je aanvullingen, kritische kanttekeningen over het concept van de rijksverdediging. Ik heb dat inderdaad in je boek teruggelezen. En wat ik ook terugvond, en ik heb dat in mijn gedachten in de tijd geconfronteerd met allerlei discussies in de onderraden van de ministerraad over de verdediging van het Koninkrijk. En het viel me op dat op een gegeven ogenblik vooral werd gepraat over het probleem van, ja, we staan nu wel met bijna 200.000 man in Indonesië, maar de IJssel is onverdedigd en de Russen komen eraan. En hoe pakken we dat aan? En ik meende iets te zien van een verdwijnende belangstelling voor het koloniale avontuur. Ik weet niet precies hoe men toen dacht dat op te lossen. Het viel me op dat de legerleiding, maar bijvoorbeeld ook prins Bernhard, die bij al die discussies aanwezig was, eigenlijk veel meer bezig was zich tot Atlanticus te bekeren. Nou, dat is een interessante discussie, maar ik vond hem eigenlijk een beetje ver weg van dit onderzoek. En ik denk dat het wel de moeite waard is om daar nog een keer wat uitvoeriger op terug te komen. En wat betreft het optimisme, ik heb met Hugh Bennett gewerkt aan een artikel waarin we het Britse en het Nederlandse decolonisatieprocessen hebben vergeleken. En Hugh die heeft mij geleerd dat militairen de zaken altijd mooier moeten voorstellen dan ze zijn, omdat ze anders hun geloofwaardigheid naar de politiek verliezen en überhaupt hun carrière-mogelijkheden kwijtraken. Het voorbeeld van generaal Schilling, die de concurrentie met generaal Spoor om legercommandant te worden verliest, illustreert dat misschien. En Julia, ik dank je heel erg voor de nadruk op taal en verantwoordelijkheid. Dat inderdaad het mondelinge aspect superbelangrijk is. Dat moet je realiseren als historicus op het moment dat je archieven in het Nationaal Archief zit door te vlooien en denkt, hier zitten gaten. Hier zitten enorme gaten en die kun je maar heel moeilijk aanvullen. Soms uit memoires. Ik heb bijvoorbeeld verbijstering kennis genomen van de passage in het dagboek van Schermerhorn, waarin hij als voorzitter van de commissie-generaal die namens de regering moest onderhandelen met de Indonesische regering. Dan heeft hij het over enorme geweldsontsporingen en hij doet er helemaal niks mee. Ja, hij vertelt dat aan Henk van Randwijk van Vrij Nederland. En Henk van Randwijk die zet het op pagina 5, want als hij het op pagina 1 zou zetten, zou het een beetje provoceren. Dat soort mechanismen, dat zie je dan een beetje terug. Maar er is zoveel afgesproken wat we niet weten. En daar hebben we tegenwoordig het appverkeer voor. En dat kan tegenwoordig opgevraagd worden. Maar ook dat zal alweer niet helemaal genoeg zijn. Maar in ieder geval heel erg bedankt ook voor je waarneming dat toch een aantal zaken congruent blijken te zijn met wat jij in Indonesië hebt ervaren. Deze opmerking geef ik het aan Remco. Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie mooie commentaren. Als ik naar jullie luisterde, dacht ik, jullie zouden een veel mooier boek hebben geschreven dan wij dat hebben gedaan. Het is heel goed dat jullie dat even samenvatten. En dan blijkt inderdaad dat we best leuke dingen bedacht hebben soms.
Maar iets anders is, ja, ik heb me voorgenomen om volstrekt niet defensief te reageren op kritiek die er komt. Want die kritiek is allemaal terecht. Maar wat ik van jullie wel hoorde, is eigenlijk van alle drie, is dat wij op bepaalde punten gewoon de plank hebben misgeslagen. Bij Julia hoorde ik eigenlijk van ja, en dat is ook een gevoeligheid waar ik al jaren mee heb rondgelopen in dit project, van ja, we roepen wel in die inleiding dat we een soort van vervlochten geschiedenis willen schrijven en dat het een mooi ideaal is, maar dat ideaal is er helemaal niet. En Geertje zegt ook van nou, eigenlijk moet er een monument kopen waarbij die Indonesiërs in dat vlechtwerk ook mee kunnen doen van de geschiedschrijving. Maar als ik jou, misschien verkeerd interpreteer, maar als ik jouw verhaal meeneem, dan denk ik van ja, daar zijn we eigenlijk niet helemaal goed in geweest. Het blijft ook, dat geldt voor het hele project, natuurlijk een ontzettend Nederlands project. Ik stond in de rust, zat ik met iemand van de Indonesische ambassade te praten. En, nou, wij worstelen hiermee. Wij moeten dit verhaal voor het voetlicht brengen. Dat is een Nederlands probleem. Wij moeten in het reinen komen. En wij hebben dat geprobeerd om nog op een enigszins originele manier te doen, waarin de Indonesische stem ook nog ergens een plek vindt. Maar eigenlijk dat discours zo ontzettend Nederlands is. Ook in ons hele onderzoek. En dat is niet altijd erg. Maar het is wel goed om dat te beseffen. Even denken. Van Floribert kreeg ik mee dat wij begrijpen eigenlijk helemaal niet zoveel van het leger. Dat ben ik helemaal met je eens. Peter veel meer dan ik, uiteraard. Maar dat blijft toch een soort van hermetische organisatie met een eigen cultuur. Geertje had het er ook over, hè, die mannelijkheid. Dat speelt een enorme rol. Daar hebben we eigenlijk veel te weinig mee gedaan. We hebben puur naar die rapportage gekeken. En nou ja, wat voor paper trail is er nou? En welke gaten, welke stiltes vallen daar nu? Maar eigenlijk zie ik als een je kan ook niet alles doen, maar ik zou niet defensief gaan zijn. Maar als ik jou dan hoor, dan denk ik, die militaire concepten, de cultuur van het leger, van het Nederlands leger. Daar denk ik dat we toch niet het fijne helemaal boven tafel hebben gekregen. En dat was misschien ook niet helemaal functioneel geweest in het boek. Maar desalniettemin, dat zijn gaten. Nee, ik ga hierna iets anders doen, dank je. Hetzelfde geldt voor wat Geertje zei. Je hebt het zo mooi verwoord wat wij bedoeld zouden kunnen hebben. Jawel, maar die koloniale dissociatie, dat is natuurlijk een leuke term. Maar hoe we dat echt heel fijnzinnig zouden kunnen ontleden en analyseren, hoe dat precies werkt, ik denk dat we daar niet helemaal aan gekomen zijn. Maar het is een leuk idee. Dat vonden wij ook. Het interessante is, dat kwam bij verschillende van jullie terug. Bij Geertje, bij Julia, misschien ook bij Floribert. Is dat het Nederlandse denken is zo juridisch. En dat juridische, dat denken we van, oh, dat is de rechtsstaat en dan kun je oorlogsmisdaden en dergelijke. In het boek is vrij prominent een citaat van een commandant van een Indonesisch regiment vechtend op de berg Kawi boven Malang, Joop Warau. En die zegt, terwijl er een oorlogsmisdaad is gepleegd in Peniwen. Bij een ziekenhuis zijn er patiënten en verplegers zijn er geëxecuteerd in koele bloeden. Wordt natuurlijk uitgebreid ontkend, et cetera. Joop Warau, die vecht dus in die bergen. En die zegt, ja, die Nederlanders maken van alles recht. Die maken van alles juridisch. En dat komt natuurlijk, tenminste, zo. Ik heb dat geïnterpreteerd, dat weet ik niet. Maar geïnterpreteerd vanuit de ervaring van veel Indonesiërs met het Nederlandse recht, met het koloniale recht, dat natuurlijk in feite ontrechtend werkt. Dus in de naam van het recht worden Indonesiërs ontrecht. En dat hele discours waar wij ook nu in Nederland, is het oorlogsmisdaad of niet, dat is heel erg relevant. We leven in de rechtsstaat, uiteraard. Maar dat kan nooit het hele verhaal zijn als je het hebt over onrecht. Als jullie het nog kunnen volgen. Dus dat vond ik uit jullie verhalen heel erg opvallend. Dus dat kwam. Jeffrey is het met me eens. Dus dat is fijn. voor een keertje. Dank jullie wel. We gaan. Ja.
Dank. Jullie staan erbij met handen gevouwen, zo van kom maar op. Maar misschien heel kort, hè, want er zijn ook wel vragen binnengekomen. Van één vraag in ieder geval meer richting de directeuren is dan jullie. Maar de beide auteurs horend, zeggen jullie, nou ja, die hebben daar ook wel een punt. Of zeiden ze, ja, het is nou typisch, bewijst onze kritische opmerkingen. Is er iemand die van jullie drieën die nog de behoefte voelt om daar... Iedereen kijkt alsjeblieft niet. Geertje, graag de microfoon ook voor de opname. Ik zou wel iets willen zeggen over dat Nederlandse. Want ik ben zelf ook heel erg met de Nederlandse kant van kolonialisme bezig. En ik denk dat het heel terecht is dat wij goed nadenken over wat we zelf hebben gedaan. Dus dat wil niet zeggen dat we niet ook heel erg zouden moeten luisteren naar het perspectief vanuit Indonesië. Maar ik vind ook dat we heel goed moeten begrijpen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld als we met zo'n dubbele tong, het is niet eens dubbele tong, maar zo dubbel bezig zijn. En dat we dat ons moeten realiseren. Dus dat is één ding. Dan laat ik het even bij. Ja. Ja. En dank, Geertje, dat jij begon met het wat uitleggen over die term koloniale dissociatie, omdat dat niet een term zal zijn die ieder van ons dagelijks gebruikt. Zelf moest ik direct denken aan die fantastische tekst die verplicht zou moeten worden in het Nederlands onderwijs, de tekst van Suwardi. Als ik eens Nederlander was uit 1913, waarin hij zegt, als ik Nederlander was, natuurlijk zou ik dan feest vieren omdat het Koninkrijk 100 jaar bestaat. Maar in de koloniën worden ons alle rechten ontzegd, waar men hier zo graag de vaandels en de ballonnen voor ophangt. Het is nu tijd, dames en heren. En daar hebben we ook wel weer beperkt tijd voor. En er zijn vragen. Er zijn twee vragen binnengekomen vanuit de virtuele wereld, die ik bewaar voor de directeuren. Die denken natuurlijk, ja, moet dat nou? Ja, dat moet. Omdat dat metavragen zijn over het onderzoek. En ik denk dat het goed is dat die ook worden geadresseerd. Maar u heeft nu, volgens dezelfde spelregels als voor de pauze, uiteindelijk nog een kwartier de gelegenheid om vragen te stellen. En denk erom, dat moeten vragen zijn. En steekt u uw hand op. Ik heb niet voor niets een bril, dus ik zie het niet altijd even goed. Maar u wordt... Ik hoorde daar achter in ieder geval al een ja. Is dat een ja van... Het ging om de vragen en niet het standpunt naar voren. Ja, goed. Nou, Laat mij maar even dan. Nee, ik... U krijgt... Ik negeer u helemaal niet, want u krijgt... Je kijkt iedere keer naar mij, maar je doet net of je niet ziet. Nou, dus ik heb een vraag. Nee, u krijgt straks de gelegenheid, dat beloof ik u, om een vraag te stellen. Net zoals u voor de pauze een vraag kon stellen. Ja, het is een belangrijke vraag. Daarom krijgt u straks ook de gelegenheid. Zag ik nou uw hand of zwaaide u naar iemand? U zwaaide naar iemand. Nou... Geduld is een schone zaak. U krijgt echt de gelegenheid. Stef. Ja. Over taal. Ik heb het natuurlijk niet gelezen. En ik vroeg me af of jullie in die twee concepten komen voor. Die informatiemanagement en die koloniale dissociatie. Zeg ik het goed? Hebben jullie ook een dimensie meegenomen, wat ik me kan herinneren, van het discours en het taalgebruik en de formuleringen van de generatie van Piet de Jong en al die, was überhaupt een bedekkende taal? Hebben jullie gekeken naar veranderingen in taalvormen en taal in de verschillende generaties? Want los van het onderwerp zelf, als je terugkijkt naar de handelingen van de Tweede Kamer en ministerraad, zie je ook dat
dat zie je ook een ontwikkeling waarin eigenlijk in de jaren 60, 70 veel vaker de dingen bij de naam worden genoemd. En dat is niet gepast als omgangsvorm in de jaren daarvoor. En ik ben benieuwd of jullie dat terug hebben gezien in de rapporten. Dus de taal los van het onderwerp geweld, gewoon het gebruik van taal in de politiek, in de discussie over gevoelige onderwerpen. Dankjewel, Stef. Dat is een prachtige vraag waar ik ook een heel simpel antwoord op heb. Nee, dat hebben wij niet gedaan. We hebben generationeel verschillen in taalgebruik hebben we niet onderzocht. Ik denk dat zelfs in dit dikke boek wij eigenlijk qua discoursanalyse nog wel wat steken hebben laten vallen. Dus we hadden dat veel preciezer kunnen doen. Wat ik... Maar corrigeer me, Peter, als ik daar mis in heb. Wat mij wel opvalt, is dat er eigenlijk best direct gesproken werd als het erom ging. Het is verhulling is niet een soort van talige traditie of iets dergelijks. Nee, het is echt een bewust proces voor een groot deel, waarin dingen niet verwoord worden. En op het moment dat informatie ontspoort en als er mensen... wel de dingen willen aankaarten, dan gaat dat in vrij expliciete termen. Ja, ik ben in verwarring omdat ik die generatie even niet zo zie. Uiteraard is in de jaren 60 is de taal in zekere zin bevrijd. En kon men in veel, veel rechtstreeksere termen over deze problemen praten. Taalkundig labyrint. Je moet zo diep nadenken om te begrijpen wat er staat. En dat zie ik terug in allerlei andere soorten. Dus het is een soort verdekkende taal. En of je moet zeggen van achter de schermen werd gewoon speet genoemd. Ja. Maar de excessennota uit 69, Stef, dankjewel voor je vraag, heeft natuurlijk ook expliciete bedoeling om een aantal dingen toch weer toe te dekken. Wij hebben, laat ik daar even duidelijk over zijn, de periode 45 tot en met 49 onderzocht. En wat je dan ziet is dat er een taalgebruik wordt gehanteerd dat een beetje hybride is, in de zin van aan de ene kant gefocust op oorlogvoering en de allerlei aspecten daarvan, en de andere kant op het politieke proces om die oorlogvoering van een draagvlak te voorzien, respectievelijk aan te vechten. En dat aanvechten gaat in harde termen. Er worden in de Kamer brieven voorgelezen die er niet om liegen. Er worden ook door Kamerleden van de andere kant, van de oorlogspartij zal ik maar zeggen, worden er hele harde dingen gezegd van sla erop. Ook Schermerhorn zegt in de ministerraad in begin 1946, het wordt tijd dat we er eens een keer opmeppen. Dat is een progressieve minister-president die probeert door onderhandelingen eruit te komen. Kortom, er is een oorlogsstemming. En die oorlogsstemming is natuurlijk voor een deel ook overgeërfd uit de Duitse bezettingsperiode. Men is ook gewend om zich in stoere termen uit te drukken en houdt dat ook vol. Sterker nog, het legt zelfs op bepaalde momenten ook een verband met de rechtvaardige zaak in de Tweede Wereldoorlog en de rechtvaardige zaak waarvoor men zegt dan te strijden. Dus dat generationele, dat is eigenlijk een andere vraagstelling. Maar de vraag die je stelt over de aard van de taal is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dankjewel. Zag ik nou uw hand? Ja, meneer Kuiper die wilde wat vragen. Als het een vraag is, dan graag. Goed, ik begrijp... Oh, de microfoon komt naar u toe. Ik begrijp dat... En die blijft in de handen van degene die... onderzoek, heel mooi technisch, allemaal vragen zijn van hoe spreek je dat uit, hoe dit. Maar ik zit nog met het feit dat ik vier collega's heb die thuis zitten en die nog steeds woest zijn op het hele onderzoek. Omdat zij voelen zich als eenvoudige burger zich helemaal niet schuldig. Want de hele overheid die ertoe was, de minister, die zei we moeten, die tweede actie moet beginnen, want de kas is leeg. Wat in de aanval, die ondernemingen moeten we draaien. Commandanten die dat hogere leiding zegt. Ja. En daar zijn deze jongens slachtoffer geworden. Ja.
Ik kwam daar als verzetsman, dus ik begreep waarom die mensen verzets deden. Ja. Maar je moet je plicht doen als militair. Hè? En dan moet je zorgen dat je eerlijk en alles bent. En ik begrijp dat u met het onderzoek nu technisch bezig bent over hoe je dat moet beschrijven en hoe zwaar het is. Maar we hebben nog steeds bijna 3000 mensen die leven in, die met grote zorgen. Ja. Kijk, u moet natuurlijk, heb ik ook gelezen. Ja, er is nooit naar geluisterd. Toevallig. Nooit naar geluisterd. Uw punt wordt meegenomen en sluit eigenlijk mooi aan bij een vraag uit de virtuele wereld die helemaal aan het eind van ons programma in ieder geval aan de orde gaat worden gesteld. Zonder dat, denk ik, we de illusie moeten hebben dat daar een definitief antwoord op komt. Dus ik kijk echt even naar jullie. Jullie hoeven echt niet daar het definitieve antwoord op te geven. Dus dat is misschien een opluchting. Maar uw punt is heel duidelijk. Ik zie nog één vraag en dan kom ik terug naar meneer Pondaag. Want die had ik beloofd dat hij de vraag kon stellen. En dan zijn we alweer bijna aan de tijd. Oh, er is achter in de zaal. Dus u en dan eindig ik met u. Ja. Ja, mijn naam is Leonard Ornstein. Ik ben een journalist van deze tijd. En ben hier ook naartoe gekomen om te kijken wat wij hier misschien als journalisten kunnen opsteken. We zitten nog steeds bij oorlogssituaties met embedded journalisten. We zien een Rijksvoorlichtingsdienst die een actief beleid voert natuurlijk naar journalisten. We zien ook een leger, krijgsmachtsvoorlichting die strikt in de hand houdt wie waar naartoe gaat als je naar Afghanistan, Irak of andere gebieden gaat. Ik wilde eigenlijk aan de auteurs vragen, wat voor lessons learned zijn er nou voor hedendaagse journalisten uit dit boek te trekken? Ik denk dat het belangrijk is dat hedendaagse journalisten inzetten op volledige transparantie. Niet alleen van wat ze onderzoeken, maar ook van hun eigen werk. In de tijd was natuurlijk een belangrijk deel van de journalistiek partijpolitiek gebonden. En dat betekende dat er een openbare sfeer bestond waarin de grote meerderheid van de pers eigenlijk echo'de wat er in de politieke belangen speelde. En er was ook oppositiepers, die was beperkt qua invloed, onderling ook politiek verdeeld tussen communisten en socialisten. En ja, ik denk dat als je zegt, wat kan je daarvan leren als journalist? Onafhankelijkheid van de politiek is het belangrijk om de politiek de maat te nemen. Veel ingewikkelder kan ik het eerlijk gezegd niet zeggen, want daar ontbrak het in de tijd aan. Maar dat is allemaal makkelijk achteraf beredeneerd. Als je nu als journalist naar een conflictgebied wil gaan, dan ben je embedded. Dan moet je mee met de leger, de krijgsmachtvoorlichtingsdienst. Dan heb je helemaal geen vrijheid. Dan kun je geen kant op. Dus dan kun je achteraf theoretisch daar mooie modellen op loslaten. Dat snap ik ook wel. Maar hoe weet je hedendaagse journalisten in een gevechtsgebied onafhankelijk te laten zijn? Want dat konden ze toen niet en dat kunnen ze nu waarschijnlijk ook niet. Heldere vraag. Wil jij daar nog op reageren? Wil ik iets heel kort over zeggen. Kijk, de overheid is natuurlijk er ook voor om dat soort journalistieke vrijheid te beschermen. Dat was er in Indonesië, in Nederlands-Indonesië helemaal niet. Wij spreken in ons boek van een bureaucratische dictatuur. Waarin de legerleiding de toppositie had, zullen we zeggen. Die bepaalde de agenda, vaak ook het beleid. Iemand als generaal Spoor was eigenlijk voor een totale censuur. Postcensuur, alles. Dat kon niet waargemaakt worden, daar was de menskracht niet voor. Maar je ziet dus eigenlijk die soort van zwaartekrachtwerking van het meteen alles toedekken, et cetera. Wat ons opvalt, behalve dat er dus eigenlijk geen onafhankelijke journalistiek was. De journalistiek in Indonesië hing, de Nederlandse journalistiek hing aan de touwtjes van de Rijksvoorlichtingsdienst en de militaire voorlichtingsdiensten. Dus die werden volkomen gesouffleerd. We zien berichten, dat hebben we wel goed onderzocht, letterlijk berichten uit de communiqués van de voorlichtingsdiensten zien we in alle kranten verschijnen. Er worden eigenlijk geen vragen bij gesteld, et cetera. Wat ons ook opvalt, is dat er nooit naar de slachtoffers wordt gevraagd. De held van hoofdstuk 4, zullen we zeggen, dat gaat over de pers, is Beb Fuik. En Beb Fuik was iemand die wel degelijk naar de slachtoffers ging. Er is een schietincident in Jakarta geweest. En niemand, en dat kwam wel in de pers terecht, maar niemand vroeg eigenlijk naar hoe het met die slachtoffers ging en waarom, hoe het gegaan is. En zij deed dat wel. Er zijn ook andere uitzonderingen, bijvoorbeeld de communistische pers.
die hebben eigenlijk structureel aan het eind van de oorlog gaan de communisten komen in een moeilijke positie, omdat de Republiek natuurlijk Madiun de communisten heeft neergeslagen. Maar daarvoor zijn de communisten eigenlijk vrij stelselmatig bezig om Indonesiërs aan het woord te laten. Ja. Dus ik weet niet precies hoe het met uw embedded journalisten is, maar het is wel goed om die andere stemmen aan het woord te laten. Ik wil nog één opmerking maken. Heel kort. Hatice in Irak, waar ik onderzoek naar gedaan heb. Wij wachten nog altijd op het rapport van de commissie Zorgdrager. Ja. 3 jaar nadien. Goed. Nederland stopt zijn oorlogsmisdaden onder de zoden. Duidelijk. Achterin nog een vraag. De op één na laatste vraag voor het allerlaatste programmaonderdeel. Ik denk dat we niet hoeven te discussiëren dat de Nederlandse politiek decolonisatie verkeerd heeft aangepakt. Ik denk dat we ook niet hoeven te praten over wel of niet een koloniale oorlog, over geweld. Ook niet dat er schone oorlog bestaan, maar geweld en verantwoording. In de pers en ook in jullie boeken kom ik weinig tegen van wat de burgers, want die oorlog was er eenmaal, dat ervaren hebben en wat hun opvattingen zijn. Nederlanders, Indo's, Chinezen en ook Indonesiërs die geacht werden gecollaboreerd te hebben met de Nederlanders, daar was het voor hun leven of overleven. En dat aspect, want die kijken natuurlijk anders tegen dat geweld aan, dat mis ik. Ja, dat klopt. Goed. Duidelijke vraag. Kort antwoord misschien, of is er geen kort antwoord mogelijk op zo'n vraag? Ja, ik ben het met u eens. Dat hebben jullie niet opgemerkt. Maar inderdaad, aan meerstemmigheid is nog wel wat te winnen in ons boek, absoluut. Maar ik verzet me ook eigenlijk altijd tegen het idee van ja, maar hun die hebben het ook gedaan. Qua geweld, hè, de Indonesiërs hebben ook geweld gepleegd. Dat zegt niks over onze morele verantwoordingsplicht. Nee, maar dat bedoel ik ook helemaal niet. Oké. Okay. Dan heb ik ook nog een andere opmerking die misschien dichter bij u... Nou, dat was inderdaad gewoon een bijna autistische boodschap die ik nog even aan u kwijt wilde. je hoort het heel vaak van ja, maar wacht eventjes, die Indonesiërs die waren ook aan Xinjiang. Ja, natuurlijk, dat ontkent helemaal niemand, maar dat ontslaat ons niet van de verplicht om daar toch verantwoording over af te leggen. Ja, maar we zien, wat wij wel heel sterk zien, is dat heel veel van de geweldsdynamiek, daar hebben we heel goed naar gekeken, ontstaan is door Nederlandse initiatieven. Ja. Dus het gevaar in de samenleving en de wanorde, de chaos, is, ik overdrijf nu eventjes, maar sterk getriggerd door het feit dat de Nederlanders militair begonnen op te treden. Je ziet het in Zuid-Sulawesi. Je ziet het in en om Jakarta. Je ziet het in de gebieden die wij ook letterlijk ter plekke hebben onderzocht. In de buurt van Mojokerto en dergelijke. De Nederlanders komen en creëren een chaos in een staat die eigenlijk al functioneerde. Die op orde was. En ik denk dat dat een element is. Even los van het feit dat er inderdaad ook geweld is gepleegd tegen Chinese, Indonesische inwoners en Indische Nederlanders, uiteraard. Maar ik denk dat dat een element is waar we veel te weinig aandacht aan hebben besteed. Mag ik dat... Talen van geweld, daar staat alles in. Ook omwille van de tijd, want anders gaan we echt uit het programma lopen. Aan u de laatste vraag, kort graag. Remco, je bedoelt de witte Nederlanders. Oké, volgens mij is het binnen. Er gaan 2 dingen. Je wordt zo gemakkelijk over recht en over Indonesië of Indonesiërs. Volgens mij, voor mij als Indonesiër, is het land van ons. En die onafhankelijkheid is onafhankelijkheid. Maar dat is niet erkend juridisch. Dat zegt... Dat zegt jouw minister-president. Hè? Dus wie zijn dan die mensen die daar wonen? Hebben de witte inlanders hun eigen burgers vermoord? Dat is 1. 2, heb ik het over de drielaagse wet. En over die racistische Indische met in Holland. Want dat is daar geboren. En daarom zitten ze hier. En ook nog... Die 12.500
zeg maar knillers, die Ambonezen. Maar opletten, maar niet alle knillers die zijn verraders. Want juist de knillers die de Indonesische ambassade beveiligt tegenover die andere, zeg maar, knillers die demonstreert op 17 augustus ieder jaar. Hoe zit het ermee? Dus wat ik dus eigenlijk wil hebben, duidelijkheid. Goed. Uw vraag is duidelijk, misschien moeilijk te beantwoorden, maar gaat wie wil van u beiden? Ik zie jullie een beetje naar elkaar kijken van. Nou, misschien als het gaat om dat juridische, ja, dat juridische element. Wij hebben dat geconstateerd dat er indertijd heel juridisch werd geredeneerd en dat dat voor een deel nog steeds doorgaat. Dat betekent niet dat dat onze mening is. Wij hebben ook niet de neiging om de minister-president of wie dan ook hierin te volgen. Wij gaan ervan uit dat de Indonesische onafhankelijkheid vanaf het moment dat die werd uitgeroepen, werd verdedigd. En wat Remco net zegt, heel veel geweld ontstaat op het moment dat Nederland probeert een positie te heroveren. De herbezetting, wat dan keurig het herstel van orde en gezag heet, voordat er goed en wel met überhaupt Indonesiërs gepraat kan gaan worden. Dat is op dat moment de heersende stemming. Dus wat dat betreft denk ik dat wij duidelijkheid genoeg geven, eerlijk gezegd. Ja. Helder. En ik stel voor dat een aantal andere zaken in een wat meer informele setting worden besproken. Voor nu graag een hartelijk applaus voor de panelisten Julia Patoppang, Floribert Baudet, Geertje Mak en voor de auteurs Peter Romeijn en Remco Raben. Want we zijn nu aangekomen aan het volgende en ook laatste formele onderdeel van onze bijeenkomst van vanmiddag. De directeur van het KITLV en de directeur van het NIOT, die beiden iets met u zullen gaan delen. En ik geef jullie, net als bij een quiz, deze twee vragen, want die zijn echt wat meer voor jullie, om die te beantwoorden. Ik leg ze even zo neer. Ja. Doe wat je kunt. En de andere vraag, die wordt misschien geparkeerd of het is nu net een soort van 2 voor 12. Maar Martijn Eickhoff, ja. Diana, Sjoerd Dierman. Ik begin even, als je het goed vindt. Vraag. Ja, hoor. Dus er is een vraag van, is er een parlementaire enquête noodzakelijk? Dat is, geeft de urgentie van het onderzoek weer. En dat het verbonden is met hoe Nederland functioneert. Oh, ik ben niet te verstaan? Nee. Pak deze microfoon, alsje. Dus de vraag is, is een parlementaire enquête noodzakelijk? En ik zei dat zegt iets over de urgentie van het onderzoek wat we hebben gedaan. En de manier waarop Nederland nu functioneert. Wij gaan daar natuurlijk niet over. Wat mij persoonlijk heel erg geraakt heeft, en dat heeft hier wel mee te maken, is een discussie die we vorige week hadden in Semarang met een aantal van onze partners daar. Daar was Frank van Vree ook bij. En toen werd ons de vraag gesteld van, wat was dat nou voor een rare opmerking van Mark Rutte over 17 augustus? Wat is daar nou de status van? Daar zat meteen weer een soort juridische verwarring omheen. Van, het was een erkenning en tegelijkertijd werd het teruggetrokken. En toen dacht ik, in aansluiting wat Remco net zei, dat is dat juridische wat we steeds inzetten. En daar ligt wat mij betreft nog wel een taak. Dat wij als Nederlandse samenleving daar helderheid moeten verschaffen. Wat houdt ons juridisch nou tegen om 17 augustus totaal zonder enig voorbehoud te aanvaarden? En dat lijkt me een taak van het parlement. Ja. Heb jij... Ja, de andere vraag is, waarom is Oost-Indonesië, de Molukken, Papua onderbelicht in het onderzoek? Dat is denk ik ergens inderdaad een gemiste kans. Er is in het deelproject regiostudies lang gediscussieerd over welke regio's waarvoor ruimte is, welke we een plaats zouden geven. En ja, zoals u weet is de Indonesische archipel enorm groot.
Hier ligt echt nog wel ruimte voor vervolgonderzoek. Ik denk dat dat inderdaad waar is, dat we daar een beetje tekort schieten. Maar ik, aan de andere kant, de algemene teneur van dat regionale onderzoek is dat doordat je dan je toch een stap terugzet van de belangengroeperingen vanuit Nederland, vanuit het nationale Indonesische verhaal wat militair georiënteerd is en wat kijkt naar helden, er opeens ruimte is voor inter-Indonesisch geweld, allerlei mensen die van positie wisselden in de loop van het conflict, verschillende visies op de revolutie. En ik denk dat daar uiteindelijk de waarde ligt van dat regionale onderzoek. En dat er bepaalde regio's zijn waar we dat nog niet hebben bekeken, is jammer. Maar dat neemt niet weg dat we wel tot belangrijke inzichten zijn gekomen. Ja, maar dat wordt dus in die regio soms wel anders gezien. Ja. Ja, dus we kunnen niet op 18.000 eilanden onderzoek doen. Ja, nou, we zijn tegen. Goed. Maar jullie hebben een mooi verhaal, want jullie zijn ook net terug uit Indonesië. Ja, dus goedemiddag iedereen. Dus even om nog ook toevoeging over die vraag over Oost-Indonesië en Molukken en Papua, of dat onderbelicht is in het onderzoek. Ik denk dat dit vraag ook eigenlijk de complexiteit van het onderzoek en van Indonesië zelf belichten. Dat als wij over Indonesië praten, wat praten we eigenlijk over? Zelf in Java is dat ook daar kunnen we ook zo'n vraag stellen. Dus, en Java is eigenlijk alleen maar een gedeelte van de hele archipel. Dus ik denk. Sorry, ik moet u toch even ingrijpen. Wij hebben u de gelegenheid gegeven. Ik denk dat het gewoon de complexiteit. U moet ook de beleefdheid opbrengen om. De directeur van het KIT. U kunt later met haar in discussie gaan. U moet nu echt mevrouw de gelegenheid geven om haar verhaal te vertellen. Daar kunt u... Ik ben Indonesisch en als Indonesisch kan ik wel vertellen dat als wij in Indonesië in discussie zijn en dan gebruiken we het woord Indonesisch, dan moeten we ook heel specifiek zijn waar we over hebben, hè? Hebben we over Indonesië die in Java wonen of een Javaanse die getransmigreerd is naar Sumatra? Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat moeten we ook respecteren. Nee, u kunt met elkaar van mening verschillen. Praat u daar later over. Maar ik wil echt met nadruk vragen dat u de gelegenheid krijgt, dat jullie de gelegenheid krijgen om je verhaal te houden als afsluiting van het programma. Ik denk dat dat belangrijk is voor de gedachtenvorming. En nogmaals, we hoeven niet de zaal te verlaten in de overeenstemming van alles, maar een zekere mate van respect. Oké. Dus een paar woorden van mij om gewoon de dag met goed gevoel of minder goed gevoel. Maar ik denk dat het goed is dat we vandaag met z'n allen hier zijn gekomen om te reflecteren over het onderzoek. Dus die boekpresentatie vandaag markeert de voltooiing van het onderzoekprogramma Onafhankelijkheid, decolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1949. Als een geheel heeft het onderzoekprogramma laten zien hoe de geschiedschrijving en het historisch onderzoek verworven is in herinneringen, ervaringen en gevoelens over bepaalde gebeurtenissen die over generaties heen reisden en op talloze manieren vertaald kunnen worden. Dus van de boekpresentatie en de paneldiscussie vandaag is het ook duidelijk geworden dat de discussie over geweld en verantwoording heel erg complex is, omdat ieder gebeurtenis van andere invalshoeken bekijken en ervaren kan worden. Dit benadrukt de noodzaak om te erkennen dat er nooit slechts één verklaring en één perspectief zal zijn in geschiedschrijving. Integendeel, het roept ons om de complexiteit van geschiedschrijving te omarmen. En met de complexiteit bedoel ik niet alleen hoe we de verschillende gedachtenpunten naar voren kunnen brengen op een rechtvaardige manier, of hoe we als onderzoekers omgaan met gegevens en informatie, maar vooral ook over hoe de mensen en de gemeenschap gerelateerd zijn met het onderwerp. En de eerste stap is de menselijke maat centraal stellen in historisch onderzoek en het erkennen van de verschillende perspectieven en meerdere visies. In die zin heeft het onderzoekprogramma naar mijn mening
ook ruimte gecreëerd om nieuwe perspectieven in geschiedschrijving te delen en een nieuw dialoog te openen die veel aandacht geeft aan veelzijdigheid van perspectieven, meningen en belevenissen. Dit is het duidelijkst gebleken tijdens onze boektour vorige week in Indonesië, waar twee eerdere boeken uit de serie, Dunia Revolutie en Over de Grens, veel belangstelling en positieve aandacht hebben gekregen van studenten, collega's van verschillende universiteiten in Indonesië, op Java en buiten Java, media en het brede publiek. Een van de focus in onze discussie is de term decolonisatie en hoe we dit eigenlijk verder brengen. Ik hoop dat het onderzoekprogramma deze veelzijdige aspecten voort kunnen brengen en zetten in academische en maatschappelijke discussie. Dank je wel. Oké, dankjewel, Diana. En dan is het aan mij om deze boekpresentatie en daarmee ook het programma Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1949 af te sluiten. Ons onderzoek heeft veel opgeleverd. Sommigen zeggen het heeft bevestigd wat we al wisten. Ik denk dat dat klopt. Maar er zijn ook heel veel nieuwe inzichten gegenereerd. Het is belangrijk te beseffen dat de conclusies die we hebben getrokken niet definitief zijn. Dat zijn ze nooit. Dit onderzoek was deel van een proces waarbij twee maatschappijen, een groot aantal groepen en een nog veel groot aantal individuen zich in de context van een veranderende wereld steeds opnieuw bleven houden tot een omstreden verleden. En dat zal nog wel even zo doorgaan. Dat zal tot nieuwe vragen leiden en tot nieuwe inzichten. Vorige week in Indonesië sprak men van een paradigmawisseling. Het onderzoek maakte daar mogelijk om zaken te bespreken die lang onbesproken zijn gebleven. Ik denk dat dat in Nederland wel iets minder het geval is. Hier te lande werd het onderzoek onderdeel van een breder proces van postkoloniale zelfreflectie en discussie. En dat is belangrijk. Maar we hebben ook gezien dat het heel veel weerstand oproept. En ik denk dat het tegen die achtergrond belangrijk is dat we als onderzoekers het debat, zoals we dat vandaag hebben gedaan, blijven voeren. Dat we naar elkaar blijven luisteren. En dat we ook onze inzichten moeten blijven uitdragen. Ervoor zorgen dat ze een robuust maatschappelijk draagvlak krijgen. En hoe je dat nou precies moet doen, is iets wat men zich in Indonesië ook afvroeg. Daar verwacht men overigens dat men de komende jaren het individuele leed en daarmee samenhangend het intergenerationele trauma wat bestaat steeds meer aandacht zal kunnen geven. Dat dat bespreekbaar zal worden. Ik ben daar enorm benieuwd naar en ik denk dat dat ook heel veel impact zal hebben op hoe wij in Nederland naar deze periode gaan kijken. Tot slot, ik wil graag mijn dank uitspreken allereerst aan de auteurs van vandaag, Asaria Haniman, Remy Limpach, Remco Rabe en Peter Romeijn, voor de mooie presentaties en de mooie discussies die ze hebben gevoerd en gegeven. Aan de panelleden Julia Patopang, Floribert Baudet en Geertje Mak. Aan Eveline Boegheim en Friede Stijlen, die op de achtergrond voor het aanleveren van vragen hebben geleverd. En dan de organisatie, het verliep allemaal weer vlekkeloos. Marion van der Veen, Katie Dijgen, Wendel ten Arve, Charlotte Meijer, Anouk Heertje en Ferdinand Sluier. Heel veel dank. Heel veel dank voor jullie inzet. Sabine Stols en Mae Meurs van AUP zijn aanwezig. En u heeft ze zien staan achter de mooie boekentafel. Zij hebben ook heel erg hard gewerkt om mogelijk te maken dat de boeken er waren vandaag. Dus ook voor hun grote dank. Ja. Nou, Mae, dan mag je nu wat zeggen, want ik wil daarna Wim bedanken. Ik wilde eigenlijk als uitgever van deze boeken, samen met Jan-Peter, die zit hierachter. Allereerst de auteurs feliciteren, Azaria, Remy, Peter en Remco, met deze prachtige boeken die hier nu vandaag worden gepresenteerd. En even heel kort nog iets zeggen. Remco, je mag kritiek hebben op je eigen onderzoek. En anderen hier ook veel gehoorde kritieken. Dat is
ergens ook een goede zaak, want de discussie wordt gevoerd. En je zei het net al, Martijn. Even mijn zoon fietste ik laatst met hem langs het Indiëmonument. En ik legde uit, hij kende het als speelvijver van vroeger. Maar ik legde hem uit dus waar het voor was. Want opeens had hij de vraag, waarom staat dat monument daar? Ik begon over 300 jaar lang Java. Ik begon over Van Heuts. Ik begon over ook de goede dingen, hè, de scholen die zijn opgericht. Maar ook natuurlijk het geweld en het aanhoudend geweld. Er viel een stilte en hij vroeg zich af, wat vonden die Indonesiërs er eigenlijk van? Nou, goede vraag. Een goede vraag die nu veel gesteld wordt in brede kring. Ik merk het in mijn eigen omgeving ook, dus niet per se historici, stellen zich de vraag, hoe zit dat met die kolonisatie, met die decolonisatie? Het onderwerp is doorgedrongen in het gewone gesprek. En dat maakt precies ook wat jullie bijdrage is geweest. Het is zeker dankzij dit onderzoek dat dit een bredere discussie is geworden. Er is veel belangstelling voor geweest in de pers. En mensen hebben nu ook de nieuwe generatie zo zijn vragen daarover. Andere vragen over de ander, vragen aan de ander. En een goede ontwikkeling. En daarom ben ik als uitgever heel verheugd dat wij deze boeken met jullie konden uitbrengen. Dat wij al deze publicaties in een tijd van, ja, in 21 hadden we de eerste gesprekken. In 22 lagen er flink wat publicaties. En nu, na jaar 23, is het bijna voltooid. We wachten nog op één boek en nog wat vertalingen. We ronden daarmee dus een heel mooi project af. We zijn zeer blij met de resultaten. En zullen ook alles in open access publiceren. Ik denk ook dat daarom AUP een zeer geëquipeerde uitgeverij is. Ook, hè, op de internationale wetenschappelijke markt. En even kijken, dan wil ik tot slot nog zeggen dat wij doorgaan met ons onderzoek naar Indonesië. We zullen de Indonesiërs aan het woord laten. En binnen ons uitgeefprogramma blijft die geschiedenis een belangrijk onderwerp. Zowel bij de academische publicaties bij AUP als bij Walburg Pers de Algemene Boeken. Binnenkort verschijnt bij ons de Atlas van de Oversteek. Een atlas die inzichtelijk maakt hoe 300.000 mensen naar Nederland kwamen uit Indonesië. En dan komen er nog publicaties aan over de Molukken en jawel, Papua-Nieuw-Guinea. Goed, dat is voor straks. Bij deze wil ik vooral heel graag de mensen bedanken met wie ik heb samengewerkt. Mariet, waar zit je? Mariet Wolf, projectleider. Jarenlang. Koffies, mailen. Heel fijn dat we zo goed konden samenwerken. Ben Schoenmaker, jij Martijn, Frank van Vree, Gert Oost-Indie en Diana, hartelijk dank. Dank aan alle auteurs uiteraard, velen. En tot slot jou, Marion, dank je wel. En in eigen huis uiteraard Sabine, Jan-Peter, maar ook, ik weet niet of het hier is, Bart van der Toren, de vormgever van deze boeken. Wat heeft hij er een werk aan gehad? Duizenden correcties en hij bleef maar opgewekt. En hij bewerkte de afbeeldingen en dat vaak ook in zo weinig tijd. Nou, ook aan hem dank voor het vele werk. Fijn dat de boeken er zijn en uitstekende presentatie vandaag. Nou, Wim, tot slot, ik wil jou ook heel graag bedanken voor het knappe modereerwerk en de manier waarop je iedereen, en dat meen ik heel serieus, dat geldt voor de sprekers, maar volgens mij ook voor de mensen in de zaal, zo goed mogelijk tot hun recht hebt laten komen. Hartstikke mooi gedaan. Dank je wel. En tot slot, de aanwezigen, hartelijk dank voor uw komst. Ik weet niet of u allemaal op de fiets kon komen. Ik denk het niet, sommigen van verder. Dus fijn dat u er was. En er is nu nog gelegenheid om na te praten of om, indien gewenst, verhit door te discussiëren. Er is een borrel en ik wens u een fijne voortzetting. Bedankt. APPLAUS